Hallo allemaal en welkom bij weer een middagje Nail Talk Live, weer een e-workshop. En dit keer zijn we al een beetje in zomerse sferen, want ondanks dat het buiten een beetje guur is, een beetje winderig en een beetje nat, hebben we natuurlijk nu wel het moment, de tijd, om ons voor te bereiden op het nieuwe, betere seizoen. Vaak beginnen klanten al zo in maart, april te vragen om fellere designs, om leukere kleuren. En daar noemen we dit zomers designs. Het zijn weliswaar ook designs die je makkelijk kunt aanpassen naar een ander jaargetijde of een ander type design. Dus het wordt ontzettend leuk. Ik heb er in ieder geval heel veel zin aan. Maar voordat we gaan, beginnen! Ja, de trainer van vandaag is iemand die altijd de dingen op een iets andere manier doet. Dat was ook de reden waarom zij bedacht om op 27 januari jouw zomerse designs te laten zien. Ja, daar moet je toch enigszins apart voor zijn. In ieder geval, ik heb er heel veel zin in. Ik heb vanochtend al gezien wat ze allemaal gaat maken. Ik geef het woord aan Deborah. Ja, hoi allemaal, daar ben ik eindelijk weer. Nou, eindelijk, daar ben ik weer. Vandaag weer een leuke nieuwe e-workshop en vandaag Summer Designs. Die ook inderdaad aan kunnen passen naar ieder jaargetijde. Maar vandaag, omdat het al van die donkere dagen zijn, gaan we ze lekker vrolijk in hele felle kleuren maken. Dus laten we starten met de eerste. En ik heb hier voor de basis een Wise's White Gel Polish gelakt met een matte topcoat eroverheen. En daaroverheen gaan wij schilderen. Dus op mijn paper palette heb ik alvast wat White is White Gel Polish neergelegd. Dat kunnen jullie hier zien. Het is een beetje lastig te zien, maar daar ligt een... Nou, ik zal hem ietsjes donkerder zetten, maar ik ga maar gewoon lekker door. Ja. En ik pak daar wat van op. En met dat stipje ga ik op mijn tip een beetje een ovale cirkel maken. Niet te klein. Mag best een beetje volume hebben. En je maakt die ovale cirkel om als ondergrond te dienen? Ja. Dat wordt zeg maar mijn canvas op het canvas. Oké. En daarmee maak je ook het werkoppervlak een beetje kleiner. Klopt. Dan kunnen we nog gedetailleerder gaan werken. Omdat dat ook echt heel gaaf is. En het geeft gewoon een extra... dimensie strakjes aan het eindresultaat. Maar dat zullen jullie dadelijk zien. Dus echt wel, wordt echt heel cool. Ik moet soms zelf ook even kijken waar ik nou gestopt ben. Maar ja, dat is het nadeel van werken met wit op wit natuurlijk. Ja. Zo. Nou, ik zie weer heel veel bekenden in de viewers. Ja. Wat leuk dat ik jullie allemaal weer zie. Anneke, Jantje, Dini, Gemma. Natuurlijk, even kijken, Sheila en... het is weer, iedereen is weer bij zo goed als compleet. Het is heel erg leuk. En je krijgt alweer van Mieke een compliment over je mooie nagels, Deborah. Oh, nou, dankjewel, Mieke. Dit keer flaming without rhinestones. ja, maar die komen echt. Het is gewoon een januari dipje voor mijn nagels. Steentjes, die komen er gauw weer op. Nou, mensen blijven inschakelen. Hallo Ellie en Etty en Peggy en Marlies. Wat leuk dat jullie allemaal meekijken weer. Ik doe nog een klein beetje hierboven iets meer het cirkeltje aanpassen. En wanneer die goed genoeg is, hard ik hem even uit. Doe maar gewoon even een anderhalve minuut. Zo. Hoppatee. Moeten we dat even goed uitharden, omdat het een redelijk dikke laag is. Maar één laag is genoeg. En in de tussentijd leg ik op mijn paper pallet vast wat kleuren neer. Om te beginnen met de Majestic Blue. En het hoeft allemaal niet zoveel te zijn. Dus een stipje van een ieder, zeg maar. De White is White ligt er al, want die heb ik ook nodig. Maar die pakken we nu niet. Ik pak nu een klein beetje Bloody Mary. Ik ga hem een klein tikkeltje anders doen dan vanmorgen. Zo. Het zijn maar hele kleine stipjes, hè? Ja, het is heel weinig, want anders heb je weer te veel. En je gaat het allemaal mixen en mengen en doen. Yellow is yellow, daar gebruik ik ietsje meer van.
Martine vindt ook dat je weer prachtige nagels hebt. Dank en Sharon zegt, ik ben wel weer toe aan de zomer, dus het komt goed uit. Nou, in ieder geval fijn. In onze brain gaan we vandaag lekker aan een strand liggen in Bora Bora. Ja, neem er een cocktail bij, zou ik zeggen. Oeh, goed idee. Ik zal een glaasje water nemen. We hebben een beetje mimosa. Die leg ik naast de geel. En als laatste de blueberry swirl. Ik ga in een schuine lijn omhoog, zie ik. Dus ik zal hier weer iets teruggaan. Jetty zegt, ik ben vanaf de keukentafel bezig met Pepijn's acryl challenge. Nou, ik ben heel benieuwd, Jet. Gesloten zijn en toch tijd tekort komen. Dat is toch een vorm van wilde. Nou, dat is ook precies waarom we deze workshops doen. Het is natuurlijk om te zorgen dat jullie lekker geïnspireerd blijven en ook met ons vak bezig zijn. En misschien alvast een nieuwe techniek kunnen gaan toevoegen aan je repertoire of aan je service menu als we straks weer open gaan. Maar goed, wat heb je nu allemaal? Je bent nu die bezig een top aan het neerleggen. Ja. Dat is heel belangrijk, hè? Zeker. Boven alle kleuren die ik net neergelegd heb, behalve bij de... doe een klein beetje. Niet te veel, een klein beetje. Boven alle kleuren leg ik wat bezemtop neer. Dat komt omdat we dit allemaal in elkaar gaan blenden zo dadelijk. Zo, de nagel is uitgehard. Die pakken we erbij. Chant, of Sylvana vraagt, ik ben een beetje laat. Of valt het wel mee? Het valt eigenlijk wel mee. Hè? Je hebt eigenlijk alleen nog maar een witte ovaal gemaakt op een nagel. Ja. En een aantal kleuren op een palet. Even goed kijken. Kijk, hier zie je hem. Je kunt er nog een fotootje van maken als je dat wilt. Dan is even de absolute basis. Oké, dan gaan we starten. Ik begin op mijn paper palet. Ik heb de Majestic Blue hier zo. En die meng ik door mijn base en top. Maar natuurlijk niet volledig. Enkel een klein beetje om wat dunner en transparanter te maken. En hiermee ga ik naar de bovenzijde van mijn nagel. Maar dan... de aangebrachte cirkel. Dus niet hier, maar echt bovenin het deel waar je de cirkel hebt aangebracht. En zorg dat je er niet buiten gaat. Nou kun je dat natuurlijk wel een beetje corrigeren als je dat wel doet. Maar probeer hem daar binnen te houden. Is er een reden waarom je nu eerst in dat ovaaltje, of eerst dat witte ovaaltje maakt? Want je zou natuurlijk ook met die blauwe gel polish... meteen op die ondergrond kunnen werken. Nou, dan komt hij wat meer omhoog. Oh, je wil echt dat we die verhoging dat het een soort klein schilderijtje wordt, als het ware. Evie zegt, wat een mooie kleuren. Ja, daar word je heel blij van. Ja, en Selina, die zit lekker met een mango smoothie te kijken. Die is al helemaal in de zomersfeer. Nou, dat bedoel ik. Zie je? En Sylvana, die zojuist inschakelde, die gaat even lekker een uitsmijtertje eten. Nou, goed idee. Erg lekker. Heb ik ook wel zin in. Dat is ook lekker. De kleuren heb je nog niet gemengd met base en top, vraagt Gemma. Nee. Die meng ik pas wanneer ik ze ga gebruiken, want anders lopen ze helemaal in elkaar. Het is ook een beetje wolkerig, hè? Ja. Maar in dit geval is dat ook helemaal de bedoeling. Dat is de intentie, ja, klopt. Tussendoor maak ik altijd mijn penseel even schoon in de prep en wipe. Even er doorheen slaan. En we gaan nu over op de Whitest White Gel Polish. En die breng ik, ook al heb je al wit liggen, ik wil het vloeibaar maken, breng ik die weer aan tegen het blauw. Ja, de blauw is ook nog niet uitgehard, nee, hè, voor de duidelijkheid. Niets is uitgehard. Dit geeft de lichte delen in de lucht weer. En dat is maar een kleine lijn, maar toch, het is wel belangrijk dat die ertussen zit. Nou, ondanks dat we in zomerse sferen zijn, zegt Leatine, ik heb de open haard aangezet en een bakje thee gepakt. Erg lekker ook. Dan is in ieder geval de temperatuur zomers. En Sylvana gaat bij die uitsmijter een aardbei sinaasappelsmoothie eten. Nou, ook een summer feeling. Ja, ik hou van eten. Dat is een telkens terugkomend geheel. Oh, wat ga ja? je nu doen? Dat oké. Okay. Ze liggen in iets andere volgorde, maar ik ga nu met de Yellow is Yellow aan de gang. Ja, dus je pakt een beetje Yellow is Yellow en dan een beetje base en top. En dan een beetje base en top. En dan maak ik ze familie. Zo. En daar ga ik zorgen voor dat je onder het wit blijft. Hè? Dus kijk waar je het wit hebt aangebracht. En daar ga je onder een wat groter vlak yellow is yellow neerleggen. Lili vraagt welk penseel gebruik je nu? Dit is een hele oude Detailer 3. Een Detailer nummer 3. Maar wel een hele oude. Er zit bijna, er zitten denk ik nog 5 haren in. Nou ja, misschien 6, maar het is bijna niks meer. Een penseel slijt natuurlijk een beetje, maar gaat dan helemaal naar je hand staan.
waardoor je perfect mee kunt werken. Je zou ook, als je zo'n dun penseel wil gebruiken, bijvoorbeeld het rhinestone nail art penseel kunnen gebruiken. Hè? Ja, kan ook. Ja. Maar deze liggen wat smaller in mijn hand, dat ben ik gewoon gewend. Ik schilder er natuurlijk al 100 jaar mee, dus dat is echt puur gewenning en wat je fijn vindt. Er staat niet voor je moet dit of je moet dat, maar wat je fijn vindt, daar zou ik gewoon zelf mee gaan werken. Chantal zegt, ik heb echt zin om weer eens mee te kijken. Ik heb best een dip gehad, alles in de hoek gegooid en vandaag dan toch maar weer met frisse moed het oppakken. Nou Chantal, gewoon doorzet, want het is zo ontzettend leuk werk en vak om hiermee bezig te zijn. Ja. Dus echt, en dit zijn hele leuke designs. Aan de ene kant moeilijk, aan de andere kant eenvoudig. Maar daar komen we zo direct nog wel wat over te vertellen. Ja, zeker. Maar fijn dat je er weer bent, Chantal. Pak een beetje van de mimosa. Die geel die je gebruikte, hè? Welke geel was dat? De eerste was, deze is de Yellow is Yellow. En ik pak nu de mimosa. Die is ietsje feller. En die breng ik een klein beetje genuanceerd aan naar beneden. En een heel klein beetje in dit deel. Het zijn net de accentjes die het hem doen, zeg maar. En niks is nog steeds niet uitgehard. Alles is nog steeds nat en vloeibaar. Ik pak nu mijn Bloody Mary. Een klein beetje goed verdunnen. En die ga ik aanbrengen in dit deel van het gele vlak. Zo krijg je een beetje zo'n horizon achtergrond. Elvira vraagt zich af, kun je de witte gel polish ook mengen met pigment? Dat kan, zeker. Absoluut. Wordt het ook fel. Dat wou ik eigenlijk zeggen. Mocht je nu niet die felle kleur in huis hebben, meng ze gewoon met de pigment. Dat kun je zowel transparante doen, transparante lak of met de wit. Dus dat kan allebei. En je kunt hem ook mengen met de liner gel. En dan een beetje bezemtop. En dan popt hij er nog meer uit. Wordt hij nog lichter. En Linda vraagt zich af, is die mimosa nou ook gemengd met een beetje bezemtop? Ja. Oké. Okay. Alles. Alles. Dat is de basis van dit design, is gemixt met bezemtop. Ja. Zo. En Iris Molenbroek vraagt, zou je ook je eigen nail artist kunnen laten zien hoe je dat maakt? Vindt ze zo gaaf, lijkt wel nagelvuur. Die ik nu heb? Ja. Nou, dat kunnen we wel een keer doen, toch? Je nagels echt prachtig. Nou, krijgen jouw nagels altijd veel complimenten. Ja, dat is zeker waar. Dat is altijd echt leuk om te horen. Echt wel leuk. Ik ga nu naar de Blueberry Swirl. En die breng ik hier aan op de onderkant. Wendy komt in mijn oor met een heel leuk idee, Deborah. Omdat het relatief eenvoudig is wat je op je nagels hebt. Hè? Want je had het zo druk met de voorbereidingen. Ja. Zou je misschien een leuke step-by-step daarvan kunnen maken? En dan fotograferen en dan bij ons in de groep plaatsen? Ja, zeker. Huh? Leuk, dank je wel. Ja, kost wel 10 euro extra, Wendy. Kost 10 euro extra. Maar dan krijg je een step-by-step te zien in de groep, Iris, van hoe deze nagels zijn gemaakt. Ja. Dus hij komt eraan. We gaan weer even terug naar de zomerse designs. Yes. Nou, je ziet hier, ik heb de Blueberry Swirl aangebracht. En die hoeft niet helemaal ingeblend te worden. Die zet ik in een redelijk strakke lijn hier. En ik breng hem hier zo een beetje. Anneke zegt, voor mij is het nog acacadabra. Soms een tongentwister. Wat dit moet worden, ik denk iets van lucht en zon, maar ik ben heel benieuwd. Alles valt bij elkaar op het eind, zeg ik altijd. Ja, maar Lies zegt al zonsondergang met hartjes in de ogen. Mm. En dit harden we even uit. 1,5 minuut, zijn veel lagen over elkaar heen natuurlijk. Dus dat moeten we even een goede uithardingstijd krijgen. En dan gaan we daarna verder. En misschien heeft Pepijn in de tussentijd nog iets leuks. Dan leg ik even mijn palet recht. Ik ben redelijk goed bij met de comments, maar goed, het neemt niet weg dat ik het heel leuk vind dat jij zit te kijken. En dat we dus weer deze e-workshop kunnen doen voor jullie. Een step-by-step van jou, Deborah, zegt Lisette, helemaal gaaf, super. Super zegt ook Iris, vind het heel erg leuk. Laat anders even lekker je nagels even goed zien. Wat heb je nou eigenlijk precies op je nagels? Wat heb ik erop zitten? Nou, ik dacht, toen ik ermee bezig was met die kleur, dat is namelijk de Erotic DC, dacht ik eerst, het worden net potloden, die puntjes. En toen ging ik, dacht, er moeten nog wat vlammetjes aan toevoegen. Dus ik had eerst Erotic Decency gelakt. Ja. Daaroverheen, een gemengde massa van Liner Black met Reese's Sweeties Black. Dat uitgehard. En daar heb ik eerst witte lijnen omheen getrokken.
En toen heb ik een combinatie gemaakt van neon oranje, Bloody Mary en mimosa. En dat is dit geworden uiteindelijk. Nou, het is maar goed dat er daar een step-by-step van komt. Ja, ja, ja. Ik zal dat doen. Het zit best wel meer detail in. Het is weinig en toch in. Is het veel. Ja, het is weinig en toch is het veel. Ja. Het is best wel gedetailleerd. Wat er straks natuurlijk ook komt. Nou, Jasje is er ook nu bij. Hi Jasje, wat leuk dat je er ook bent. En mensen vinden toch die step-by-step heel erg cool. Oh, dus ja. Hij gaat komen, hij gaan gaat we doen. Komen. Gaan we doen, gaan we doen. Eigenlijk is het allemaal steeds een step-by-step. Uiteindelijk is alles een step-by-step, ja. Ik pak een heel klein beetje. Op mijn palet heb ik wat liner black neergelegd. En ik leg daarbij een heel klein, iets een pitsie. Black is black gel polish. Niet veel, gewoon een beetje. Even om het iets te verdunnen. En dat roer ik heel even. Nou, Sandra Buijs is er ook. Hi Sandra. En Antoinette vraagt, is er ergens een boodschappenlijst van alle spullen die nodig zijn voor de workshops? Ja, die worden altijd de dag voor de workshop gepost in de Nail Talk Live groep. Ja, die staan naast de advertentie dat de e-workshop wordt gehouden. Dus die staan gelijk in één advertentie. In één afbeelding? Ja, één afbeelding, ja. Oké, nou, dat is helemaal goed. En ik weet niet, wie is dat? Want op mijn tijdlijn, als we vrienden zijn, daar staat hij gelijk bovenaan. Dus dat is makkelijk. En we gaan door. Ik heb hier de basis klaar. Zo, als jullie kunnen zien. Daar zo, dat is de basis. En nu heb ik natuurlijk net op mijn paper palette een mixje gemaakt. En nu pak ik met mijn penseel wat zwart op. Misschien voor het leuke, weet je wat? Ik doe even het één tel eerst iets anders. Pak even, laat het zwart maar even zitten. Pak heel even een ander penseel. Pak even Pepijn's Choice. En ik pak een klein beetje, dat is goud. Liner White. Dan hebben we dit gelijk gedaan. Even door mijn wit heen. Je ziet, ik ben alles van de mengen. Dan wordt het net wat handzamer. En waar mijn paarse zit, trek ik een leuk lijntje. Zo. Dat is het. En die harden we ook nog heel even uit. 10 seconden, zat. Gewoon even een extra detail. Zo. En daar is die weer. En dan gaan we nu door. Eén momentje, excuus. Zo. We gaan door met de zwart. En die heb ik ook klaar. En nu maak ik vanuit dit deel een soort klein eilandje. Oh, let een beetje op dat je ietsjes meer in deelt. Oh ja, nou ja, zo zien we het. Daar weer. Zijn we weer. Een klein eilandje. Zo. Nou, er wordt al gezegd ook, want het gaat weer easy peasy, is niet easy peasy. Nou, als je de technieken beheerst, is alles easy peasy. Maar mijn opoe op een houtvloed, op een houtvlot wordt er gezegd, is niks easy peasy. Nou, ik zie hier ook wel een soort houtvlot. Doen we de volgende keer. Ja, 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 dan gaan we eens kijken of we dat kunnen. Ook een step by step. Ja. Yes. Nu ga ik hem in een dunne lijn. Moet ik even... Zo, zie ik het goed? Ja, zo. Een dunne lijn ga ik hem vanuit dit deel van het eilandje in stukken omhoog halen. Ik pak een nieuw druppeltje op. Dan krijg je leuk zo'n van bamboe scheuten verhaal. Het is natuurlijk geen bamboe, maar een palmscheutenverhaal. Zo. En eigenlijk is dit niks anders dan je penseel even neerleggen en optrekken, hè? Absoluut, ja, ja, ja. En nu ga ik één blad naar beneden. En dan zet ik nog een. Jantie vraagt, meng je het zwart niet met bezentop? Nee, met black is black. Met black is black. Ja. Dus Janti, black is black is een gel polish kleur. Dus de zwarte liner gel mengen we met een zwarte gel polish. Om hem wat dunner te maken. Zodat je er wat makkelijker mee kunt schilderen. Zou je hem gaan mengen met deze top, dan heb je kans dat hij wat transparanter wordt. Ja. Soms heel erg mooi, maar nu wil je echt scherpe lijnen hebben. Ja, en het moet diep zwart blijven. Dus vandaar met de black is black. En dan gaan we de bladen definiëren. Doe lichte bewegingen. Druk vooral niet te hard op je ondergrond, want dan krijg je dikke lijnen. Ik kan het even hier laten zien, om het paper palette. Ja. Of zou ik die even onder topshot laten zien? Twee nou, laten we even kijken of het vanaf de zijkant te zien is. Oké. Als ik dit doe,
krijg ik een dunne lijn. Ja. Druk ik hard, krijg ik een dikke lijn. Ja. Dus je moet niet te hard duwen, want ik wil hier alleen maar dunne lijnen hebben. Zou ik nou in deze blaadjes heel hard drukken, krijg ik allemaal dikke zwarte vegen. En heb je een treurwilg? Ja, ook. En die heb je wel in de herfst en in de winter, maar we zijn nu in de zomer. Oh ja. Ja, dat was hoe je het design kunt aanpassen naar het andere jaargetijden, ja, natuurlijk. Ja, dan maak je dikke lijnen en heb je een treurwilg. Jessica die zit ook lekker te kijken en die zegt, als jullie wel meedoen thuis, vergeet dan niet zelf step-by-step foto's te maken, hè, voor jullie huiswerk. Die step-by-step foto's zijn best wel belangrijk. En Elvira vraagt, kun je dit ook doen met masterpaints? Ja. Ja. Dat is eigenlijk een heel goed alternatief, Elvira. Het is echt een goed alternatief. Misschien moeten we wel een keertje een workshop doen over hoe je de achtergrondveding nou het makkelijkst doet met masterpaint. Want ook dat is super makkelijk als je maar weet hoe je het moet doen. Dat is echt bam, 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 bam. Ja, en ook kun je het doen met aquacolors. Je kunt het ook nog doen met acryl. En met glasgel. En met glasgel. Ik heb alle voorbeelden hier liggen. Dus ik laat het dadelijk wel even zien natuurlijk. Jan die zegt, ik heb alleen maar zwart. Heb namelijk nog geen kleuren van magnetic, komt nog. Ja, dat is, maakt niet uit. Je moet gewoon even kijken wat voor jou het fijnst werkt. En kun je dit ook doen met een ombre penseel, vraagt Linda van de Veen. De blaadjes. De blaadjes niet, maar of ik denk de achtergrond. Ondergrond. Ja, dat zou kunnen. Maar dan moet je wel alle kleuren separaat van elkaar neerleggen. Dus lijn, lijn, lijn. Penseel er doorheen en in één keer over je ondergrond heen. Want anders dan wordt het een vlek. Dus je moet het echt zo snel mogelijk streepje, streepje, streepje kleur. Eén keer je penseel er doorheen en dan neerleggen. Want anders wordt het zo'n swirl. En dat is niet wat je wilt. Ik zou dan eerder het waaierpenseel nemen. Dat is toch mooier en breder. Dan pak je echt in één keer de hele ondergrond. Dat is mooier, persoonlijk. Ja. Even kijken. We gaan door. Het is niet een palm met natuurlijk maar 4 kleine takjes. Het is gewoon echt een grote palm. En wat ik heel leuk vind is dat die palm uit dat ovaaltje komt. Ja. Waardoor je wat contrast krijgt tussen achtergrond, schilderij en nagel. Ik vind dat die daardoor nog meer tot leven komt. Ja, dat is echt zo. Ik ga hem even omdraaien. Ja, en er wordt al opgemerkt door Sheila, de keuze is reuze. En dat klopt inderdaad. Je kunt eigenlijk ieder type design maken met ieder type product. Ja. Je hebt een basistechniek, dat is vaak je penseeltechniek. En die moet je aanpassen aan het type product waarmee je werkt. En dat is eigenlijk de hele kicksaus om nou ieder type design te maken. En dat moet je een beetje ontdekken. Mijn motto is altijd, gebruik het product wat op dat moment het makkelijkst is om te gebruiken. Dus wil je een one-stroke bloem, dan is dat heel makkelijk met paint, nou, et cetera, et cetera. En zo zoek je dan uit wat voor jou het makkelijkst werkt. Je hoeft ook de designs van vandaag niet per se met dezelfde producten te maken. Dat mag je dus ook met andere producten maken. Dat is juist alleen maar heel leuk. Zeker. Daarom laat ik straks ook even de diverse varianten zien die ik gemaakt heb daarmee. En dan kun je zelf kiezen met welke product je daarmee gaat werken. Welk penseel werk je nu mee? Detailer 3. Old school. Oké, old school. De oude Detailer 3. Niet de nieuwe. Maar Gemma, je zou natuurlijk ook het Rhinestone Nail Art penseel kunnen gebruiken. Je zou eigenlijk ieder penseel kunnen gebruiken. Alleen deze oude Detailer is heel dun geworden. En dan is die Rhinestone Nail Art brush is ook heel dun. Ja, en deze was van nature al wat dunner dan de hele nieuwe Detailer 3. Dus hij is nu zit er echt bijna geen haar meer in. Maar Iris oppert misschien nog een kleine kokosnoot erin. Ja, maar dat is best vol. Want dan wordt het, als ik hier nu nog stipjes aan ga zetten, want er komt nog een tak bij, dan wordt het een vlek in dit deel. Ja. Als ik hem niet zou definiëren met bladeren, dus enkel die sprieten, dan is het wel leuk. Maar als ik dat er nu bij doe, dan wordt het één grote zwarte vlek. En dat is net niet de bedoeling. Maar doe je ding, speel en ga maken. Ik vind het leuk. Ik zie alles graag tegemoet. Iris, jij merkt op dat je het jammer vindt niet alle tijd te hebben om mee te doen met alle workshops. Het zijn er zoveel. Ja, dat begrijp ik, dat jammer is. En je kunt ze natuurlijk altijd terugkijken als er een bepaald onderwerp is wat je leuk vindt. Maar we zien ook wel dat er heel veel mensen wel meedoen. Dat zien we natuurlijk aan de inzendingen allemaal. Dus vandaar proberen we toch een soort balans te vinden en de mogelijkheid te geven aan iedereen om toch iets op te steken tijdens deze dagen. En Sheila, jij zegt, ik heb dankzij jouw workshop, mijn workshop, 100 extra manieren ontdekt om met mijn acryl te werken. Ik ontdek elke live enorm veel nieuwe dingen. En dat is nou precies waarom ik het ook zo leuk vind om dit te doen.
om hier dit te mogen presenteren of om te schakelen of om aan de tafel te zitten. Want ook ik leer nog steeds iedere keer nieuwe dingen. Dingetjes, nou bijvoorbeeld Deborah, die doet dan dingen af en toe dat ik denk, waarom doe je dat nou toch? En dat blijkt dan heel goed te werken. En het is iedere keer weer zo'n plezier. Dat maakt het ook echt, echt leuk om te doen. Maar goed, ik deel die mening dus met je. Dat is het enige wat ik wilde zeggen. We gaan weer terug naar jou, Deborah. Ja, mijn palmboompje is klaar en zit even in de lamp. Maar hij is inmiddels al bijna uitgehard. En dan gaan we door met nog een palmboompje. Ja, ja, past dat? Ja, dat past. Kijk, dit is hem voor nu. Zie je het? En wat gaan we dan doen? We maken nog een leuk eilandje. En die mogen elkaar gewoon raken, want dadelijk ga ik ze nog inkleuren. Maar even om het beter te laten zien, doe ik dat niet meteen. Wat ga ik doen? Deze gaat schuin. Deze kant op. Ik zal hem even omdraaien voor het beeld. Ik ben naar best veel verschillende landen geweest, maar ik heb eigenlijk nog nooit op zo'n tropische eiland gezeten. Nee, hè? Nee, dat realiseer ik me terwijl ik hier naar zit te kijken. Nou, mijn moeder is dus op Madagaskar geweest. En daar is het gewoon echt zo. Daar is het gewoon zo. Daar sta je in een ansichtkaart. Dat is gewoon bizar. Het is wel 32 uur onderweg zijn, maar goed. En we gaan hem hier weer opbouwen op dezelfde manier. Kijk. Andere kant. Het is niet erg als je door de andere bladeren heen gaat. Want dat definieert zich toch wel. Je kunt er zo overheen gaan en je blijft de verschillende takken en bladeren zien. Kijk maar. Ook al is je er zo doorheen en zo, je blijft het goed kunnen zien. En dat is ook een kwestie van dun werken. Wanneer je dus te dik gaat met je lijnen, dan wordt het wel een beetje een vlekkerig geheel. Dat moeten we natuurlijk niet hebben. Hoe zou je dit nou combineren bij een klant? Want je gaat niet op 10 nagels eilanden maken. Nee. Maar je kan een color blocking doen. Dus met de kleuren die je hebt gebruikt. Om het echt zomers te maken. Dan is het wel heel zomers hoor. Zou ik dus bijvoorbeeld doen. Mm-hmm. Ja. Ja, of alles geel en de yellow is yellow. En dan leuke rhinestones er nog een beetje bij. Ook weer veel. Je kan het ook wat rustiger houden. Dus één zo'n spectaculaire nagel. En dan een mooie lichte nude erbij of zo. Is ook wel tof. En ja, je kan eigenlijk wel variëren. Maar zoek wel iets in de kleur. En wat ook altijd leuk is. Als je dus een nude doet en die nagel. Zou ik op de alle nagels bijvoorbeeld in de hoeken van de punt van de nagels. 3 kleine stipjes zetten met de dotting tool. In een kleur die je gebruikt hebt in je design. Dat is ook altijd leuk. En speels. Ja, leuk idee. Ja. Dan heb je altijd een leuk effect. En het brengt je altijd weer terug naar je design die je gecreëerd hebt op de nagel. Dat is altijd wel cool. Zo. Het leuke natuurlijk aan dit is, het is een tipje in een tipje. Dus een design in een design. Zo. En ik ben zo gek op palmbomen. Ik heb ook 2 in mijn tuin staan. Ja? Ja. En die blijven goed in de duur? Ja, die zijn speciaal gekweekt voor het Nederlands klimaat. Hoge palmbomen? Nou, ze zijn nog niet hoog. Ze zijn nu 1,5 meter of zo. Maar ze moeten wel echt groot worden. Ja, dat is wel cool. Maar doe je die dan helemaal inpakken? Nee, dat hoeft niet. Oh. Die kennen daar tegen. Irene Vossen zegt, ik heb gelukkig al veel mooie tropische eilanden mogen zien. Ook veel palmbomen dus. Hoop snel weer te reizen. Ja, dat gevoel deel ik met je. Nou. Syriza tuned in en zegt, eindelijk even lekker meekijken bij jullie. Even genieten van deze heerlijke vrolijke designs. Dat kunnen we wel gebruiken. Ja, zeker. Catharina zegt, heel zomers. Helemaal als ik nu naar buiten kijk. Ja, dat contrast is lekker. Ja, dat begrijp ik. Tieneke kijkt lekker mee en die heeft een kop thee erbij. Heerlijk, heb wel zin in de zomer met dat sombere weer. Ja.
En Lidie vraagt, die drie stipjes, hè, doe je die dan op de vrije rand of zou je die dan weer bij de cuticula doen? Nee, ja, dat kan allebei, maar ik zou de vrije rand pakken. Oké, nou Lidie, vrije rand. En wat ook leuk is, om het gewoon helemaal langs de nagelrim vanaf de vrije rand te doen. Ook leuk. In plaats van een rhinestone kettingje. Ja. Ja, dat is inderdaad leuk. Het is echt oldschool, maar het is zo leuk. En het doet altijd net even iets extra's. En dan zeggen mensen, ja, ja, dit maakt het nou echt af. Ja, daar doe je het voor. Michelle zit ook mee te kijken en zegt, mooie nagels heb je, Deborah. Ja, dankjewel. Mensen vinden ze helemaal geweldig. Ja, ja. En Iris zegt, zo leuk, krijg je gewoon zin in de vakantie als ik de nagels zie. Leuk. En Annabel, hi Annabel, jij zegt, vamos a la playa, oh, 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 oh. Ja, ja, ja. Maar echt. Maar het is ook zo leuk als je dit aan het maken bent, hè. Het voorwerk, en je ziet al die kleuren weer. Je denkt, oh ja, die hadden we nog, oh, dit hadden we ook nog. Zo leuk. Echt die laatste collectie van vorig jaar, die was zo tof. Ik ben een beetje, heb ik een droge keel van de airco. Heb je wel wat te drinken daar? Ja, maar ik wil niet tussendoor drinken. Oh. Ik ga zo meteen Michelle even... is ook lekker aan het arten en aan het kijken. Ja, Michelle. Michelle zit op dit moment helemaal in de artbubbel. Die heeft mij gisteren, want ik had een mail gestuurd naar onder andere Michelle, maar ook de andere Nail Talk Live trainers. En zij stuurt mij gisteravond een berichtje en ze zegt, Pepijn, ik zit in mijn artbubbel. Ik ga er even in blijven. Ik kom er even niet uit. Ik zit te bubbelen. Tirza zegt, super gave naast heb je Deborah en krijg er helemaal een zomers gevoel bij. Syriza reageert op lekker aan het arten en meekijken, zegt ze, same hier. Goed zo Pepijn, muy bien, zegt Annabel op mijn famos a la playa. Met neon strassteentjes, zijn zo gaaf. Selina vraagt, mag ik vragen, zijn die van glas? Ja, die neon strassteentjes zijn van glas, van kristal. Evi zegt hier ook, thee, gordijn heb ik maar dicht gedaan. Het is zo aan het waaien en het regenen, klopt niet met het plaatje. Nee, maar ik heb wel hele mooie orchideeën erbij gepakt. Gewoon om dan wel te matchen met het plaatje. Ja, dat is dan wel weer heel leuk. Ja. Ja, nou, ik ben inmiddels uitgehard met mijn tweede palmboom. En nu ga ik de eilandjes inkleuren, ook met de zwart. En dat is gewoon heel dun. En je kunt ze hier gelijk aan elkaar vastmaken. Dat zou heel fijn zijn als je dat dan ook in het midden doet. Als ik dat ook in het midden doe. Dat is niet het midden. Dat is rechts. Ja, dankjewel. Maar rechts is waar je duim links zit, toch? Dat weet ik niet. Ik ben heel slecht met links en rechts. Goed. Ik ga ze nu met elkaar verbinden. En normaliter kun je dat natuurlijk ook meteen doen. Maar ik deed dat even om het te laten zien. En dat is ook even om de ligging weer te geven. Zo. En wat is nou natuurlijk ook nog wel heel cute. Ik heb zoveel palmboombladeren gemaakt dat het bijna geen plek meer is. Maar het gaat er toch tussen proppen. Een klein. Klein. Vogeltje. Kijk. Zie, hij zit er toch. Oh. Ja. Dus dit harden we nog heel even uit. Zo. Dan maak ik tussendoor even mijn penseel een beetje schoon. Want ik ga een klein beetje nog wat lijntjes aanzetten met de wit. Lidie, jij komt met de opmerking. Hebben jullie niet een luchtbevochtiger nodig daar? Want je hoort ons altijd een beetje met ons keel schrapen. Nou, Wendy heeft het al gezegd. Maar Wendy zet altijd de kachel aan. Maar die zet ze niet aan op 21 graden. En het is airco's, hè, geen kachel. Ze zet ze gewoon op 25,5 graden. En dat is best wel heftig als je dan veel aan het praten bent. En dan heeft ze het nog steeds koud. En dan sta je dus hier gewoon echt bij kans in een korte broek. Ja. Want het is gewoon soms zo ontzettend... Kom ik hier binnenlopen en zeg ik, oh, wat is er hier aan de hand? Nou, dat is Wendy geweest. Ja, vandaag is het hier ook binnen echt zomer, zegt ze in mijn oor. Ja, zij wil het altijd zomers hebben. We gaan weer even terug naar jou. Ja, en daar krijg je ook een beetje droge keel van. Maar goed, we nemen af en toe een slokske. Ik pak een klein beetje wit van mijn palet... Klein tikkie. En ik zet een heel klein highlightje daar. Een highlightje daar. En je kunt ervoor kiezen om het nog langs je boom te doen. Misschien, ja, doe ik het wel maar heel dun. Eigenlijk iets meer liner white daarvoor nodig, want mijn gel is iets te gemengd. Zo.
Anders wordt het een hele brede lijn. Daar moet je altijd een beetje op letten dat het niet te veel verdunt, want anders wordt je lijn echt wel heel, heel breed. Iris komt met de vraag, mag je ook twee cocktails maken met een rietje? Dat is ook zo zomers. Dat vind ik een heel leuk idee. Ja, natuurlijk mag dat. Echt een heel leuk idee. Ik zat vanochtend al te denken, terwijl ik zat te kijken, van, het zou ook leuk zijn als je en profiel een mooie vrouw maakt, die dan een wijnglas in de hand heeft, die zo een nipje neemt. Dit ziet er nu een beetje gek uit. Maar als je dat dan alleen in zwart doet, dan is dat natuurlijk best wel leuk. Ja, gewoon enkel het silhouet. Ja, alleen het silhouet. Want dat is het leuke van dit soort design. Dat maakt het dus ook, wat ik bedoelde, relatief makkelijk. Omdat je alleen de silhouetten zit te werken. Ja, maar silhouet teken is ook nog niet zo makkelijk. Nee, maar dat... Oké. Maar een glas is wel leuk te doen. Ja, nee, hartstikke leuk. Ja. Of zo'n leuk zeilbootje in de achtergrond. Dat is ook leuk. Zo, gewoon even klein detail. En ik zou dat niet bij de bladeren doen, want dan wordt het een beetje rommelig. Dus ik hard hem even 10 seconden uit en dan lak ik hem af. Zo. Die is weer schoon. Ja. En zou je dit nou glanzend of nat aflakken? Het kan allebei. Waar hebben jullie zin in? Eerste 5 antwoorden, die ga ik doen. Zo, nou, bingo. Dan moet je even rekening houden met de vertraging die we natuurlijk altijd hebben. Oh ja, dat is waar. Ja. Ik hoor de eerste reactie wel in mijn oor van Wendy. Glanzend. Glanzend. Past goed bij dat vochtige van die 25,5 graden. Ja, dat is wel waar. Dus, dat is goed. De eerste die reageert, gaan we doen. Dus glanzend. Ja, en Lidie is daarmee eens, zegt ook glans. Nou, dat gaan we doen. Ik heb hier de Spring Finish. Ik schud hem eventjes. En daar komt hij. Dan gaan we hem aflakken. Maar ik kan hem ook zo meteen mat laten zien, hoor. Want ik heb hem ook... Ja, want ik zie ook wel veel mensen zeggen mat. Ja, precies. En Korke zegt glitter. Ja, zou kunnen. Glitter. Dan zou ik het eronder doen, maar erover. Ja, kan. Probeer het uit. Zo, we harden hem nog even uit. En in de tussentijd zal ik jullie ook even een matte variant laten zien. Kijk. Nou. En wat donkerdere lucht gemaakt. Deze is van vanmorgen. Is ook leuk. En zal ik gelijk ook even de andere laten zien. Kijk. Is ook nog leuk met cactussen. Ja. Is ook altijd heel zomers. Zo. En ik heb hier de glanzende van nu. Kijk. Even stilhouden, want dit is natuurlijk jullie screenshot-moment. Ik leg ze neer. Ja. Zo. Maak een screenshot op 3. 1, 2, 3. Screenshot. En ik laat nog even wat zien waar we het net over hadden. Met pigmenten. Oh, dat is handig dat je dat even laat zien. Ja. En deze heb je dan gemengd door clear of door wit? Gewoon alleen maar basic op wit getapt. Ik heb ze niet gemengd. Ik heb ze puur... Ik heb de witte ondergrond gelakt. En ik heb ze op het witte ondergrondje ingedept. Dus dan krijg je dit effect. En dan heb je ze niet zo heel erg geblend in elkaar. Maar je krijgt wel leuke kleurvlakken. Dus het hoeft niet altijd natuurlijk helemaal in elkaar. Maar dit is droog gewerkt, zeg maar. En ik heb deze. Dat is een wit ondergrond. En die heb ik met Extreme... Nee, met Flex & Shine afgelakt. En daar heb ik op ingepoetst de flakes. Toen nog een keer afgelakt en daar overheen de palmboompjes getekend. En dat heb ik gedaan met een mix van Cerise Sweeties en Liner Black. Dus dan is de oppervlakte gelijk droog. En deze is helemaal met aquacolors. Cool. En de aquacolors heb ik hier gemixt met alcohol. Ja, misschien is het wel leuk even als je ook deze drie even naast elkaar legt. Die leg ik ook weer even bij elkaar. Iets lager. Natasja Reinders vraagt welke flakes? De roze. De Chameleon Flakes Roze. Ja. En Natasja, jij kwam ook met het idee, dus screenshot, 1, 2, 3, screenshot. Klik. En Natasja kwam ook op het idee om misschien de basis dan te doen met de Power Gel Sparkling White... En dat erop zetten, nou, dat vind ik ook een briljant idee, vind ik ook heel leuk. Kan alle kanten op. Ja, nou, ik zie sowieso dat heel veel mensen ook zin hebben om ze te maken. Catharina zegt heel mooi met die pigmenten. Iris zegt, ik heb al zin om ze te maken. Leuk. Ja, iedereen vindt ze helemaal prachtig. Nou, top. Dat is leuk om te horen. Ja, het is hartstikke zomers. Ja, en natuurlijk, zeker. Als jij zin hebt om ze te maken, dan wil jij ook weten wat je huiswerk is. Dus terwijl jij je volgende tip voorbereidt, ga ik even vertellen wat het huiswerk is. Het huiswerk om het certificaat te verdienen van deze workshop van Deborah is als volgt. Maak minimaal 6 verschillende designs die je in detail uitwerkt.
Het moet gedetailleerde design zijn. Dus echt kleine lijntjes, die palmboombladeren, mooi dun. En maak er dan gewoon variaties op. Hè? Variaties die jou een zomers gevoel geven. Nou, wat moet je daar nou mee doen? Ik weet dat het veel is, maar je hebt een week de tijd om je huiswerk in te sturen. Dat wil zeggen tot 3 februari. En stuur je huiswerk alleen in via de link die je kunt vinden in het album Summer Designs. Als er dan nog verbeterpunten zijn, neemt de trainer contact met je op en krijg je nog een herkansing. En vergeet ook niet de step-by-step foto's van je huiswerk mee te sturen. Dus we beoordelen de inzendingen en dan krijg je een reactie. En als er echt verbeterpunten zijn, neemt de trainer met je daarover contact op. Best veel tijd, hè? Ik weet niet of jullie dat realiseren, maar behind the scenes zijn er 3 man dag en nacht bezig, nou ja, dag en nacht niet, maar 3 man 8 uur per dag mee bezig om dat allemaal te verwerken en te zorgen dat we A, deze shows kunnen doen, maar ook die inzendingen kunnen behartigen en ook jullie feedback kunnen geven. Dus dat is een heel team van mensen wat hiermee bezig is om dit allemaal mogelijk te maken. En dat geeft me toch echt wel een gevoel van trots iedere keer weer, dat ze het voor elkaar krijgen en dat jullie ook met zoveel enthousiasme insturen. Dat maakt het voor ons allemaal ontzettend hartverwarmend. Wat kun je nou nog meer verwachten van ons? Nou, aanstaande vrijdag... Oh nee, er moet een prijs. Ik hoor Wendy alweer in mijn oor. Pepijn, wat doe je nu? Wat doe je gek? Wat doe je nu? Wat kun je winnen? Want natuurlijk kun je ook weer winnen. En dat zijn deze glass gel polishes, andere normale gel polishes, black liner gel, Flex and Shine en natuurlijk de detailer nummer 3. Ja, die Flex and Shine die moet eigenlijk bij ieder pakket wat Deborah gebruikt. Want Deborah is just in love with Flex and Shine. Dat is echt haar favoriete topgel. Gaan we een keertje een show over doen. Nu mag ik dan wel naar de plek. Ja, wat gaan we aanstaande vrijdag doen? Dat is Linda. Linda gaat de Salon Ballerina nagel aan je laten zien. Ondersteund door Syriza, want Syriza staat hier. Linda gaat gekke dingen doen met acrylvloeistof. Gaat broken glass gebruiken, een wat groffere glitter. En gaat een hele spannende ballerina nagel maken, terwijl ze toch zorgt dat de vorm integer blijft. Want soms zie je wel eens dat die zijlijnen zijn weggeveld. En dan heeft die ballerina zeg maar echt een holte. Nou, dat willen we natuurlijk niet, maar daar gaat zij alles over vertellen. Aanstaande maandag is het dan de beurt aan Gino. En Gino gaat vintage designs laten zien. Kant met parels, een beetje bridal, een beetje vintage. En hij doet dat samen met onze eigen Jessica. Op woensdag is het de eerste keer voor Aletta. Ik struikel er gewoon van. En Aletta is natuurlijk intussen deel van het Nail Talk Live team en doet met name easy nail art en stamping. En zij deed dat stempelen al voordat ze nagelstylist was. En zo kun je zien hoe iemand zich daarin heeft ontwikkeld. Door dat stempelen wat ze leuk vond, ontdekte ze nagels wat ze helemaal leuk vond. En nu geeft ze daar dus ook les in en is ze bij ons in het team. Ik ben daar samen met haar. Op vrijdag kun je dan Jessica meemaken, terwijl zij portretten schildert op nagels. Portretten en dan met een beetje een knipoog. Nou, typisch Jessica natuurlijk. En dat wordt ze ondersteund door Syriza. Syriza leest al jullie comments op voor. En dan op maandag 8 februari is het alweer tijd voor Michelle. En Michelle gaat art maken. En wat voor art nou precies, dat krijgen jullie nog te horen als zij uit haar artbubbel komt. Afhankelijk van natuurlijk of de lockdown wordt voortgezet of niet, zullen wij onze planning daaraan aanpassen, zodat we in ieder geval voor jullie altijd een inspiratievol programma kunnen maken. Eind februari is de verwachting dat het gewone Nail Talk Live seizoen weer gaat beginnen, in dat nieuwe concept dat ik natuurlijk in het eind van het vorige seizoen heb aangekondigd aan jullie. Mijn oortje, ik heb hier een oortje, dat is hier Wendy, maar die glijdt steeds weg. Dat is heel vervelend. In ieder geval, dus dat is de planning. En we gaan, als we langer in lockdown blijven, wat ik natuurlijk niet hoop, maar dan gaan we wel extra workshops toevoegen. En voor het nieuwe seizoen van Nail Talk Live, daar heb ik ook weer allemaal andere ideeën en plannetjes voor. Maar daar ga ik jullie binnenkort wat meer over vertellen. Ik denk dat we nu eventjes teruggaan naar onze eigen Deborah. Yes. We gaan nu een volgend design maken. En hiervoor heb ik als baas Black is Black Gel Polish genomen. Ik heb hem nu even afgelakt met een mat, maar dat komt omdat ik hem zo vervoerd heb. Je hoeft hem niet gelijk af te lakken. Dus je kunt gelijk, nadat je de zwarte lak 2 lagen hebt aangebracht, gelijk doorgaan met je design. Wat je makkelijker vindt, het hoeft niet, maar het mag. Dus we gaan starten met mijn penseel op de grond te gooien. Zo. Even kijken. Ik heb hier mijn Detailer 3, de nieuwe. En daarmee ga ik een beetje, op mijn palet heb ik al wat kleuren neergelegd. En ik was bijna klaar. Ik leg nog wat whitest white neer. En dan hebben we ze allemaal. Ach, nou, je wordt alleen al vrolijk hiervan. Ja, hè? Dat ja. Is toch leuk? Zal ik ze even oproepen? Omroepen? Opnoemen gewoon. Benoemen, ja, precies. Dat. Ja, je mag ze ook omroepen, hoor. Kan je wel even een microfoon geven? Ja, precies. Dit is sky blue. Yellow is yellow.
Neon Orange, Maze Choice 2020. Ik ben altijd die naam. Mojito, Neon Groen. Nou ja, Liner White, Liner Black en White is White Gel Polish. We gaan theoretisch beginnen met hetzelfde als wat we er net gedaan hebben. Alleen nu geen volledige cirkel, maar een halve met wat inkepingen. Ja, dat klinkt heel apart, maar kijk maar mee. We hebben de tip. En we beginnen niet te laag. Met een soort half cirkeltje. Zo. Dan gaan we een beetje naar binnen. Het is een soort trapsgewijs, als je het zo ziet. Ja, als ik het even mag zeggen, als ik nou thuis zou zitten, dan zou ik screenshots maken hiervan. Ja, 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 dat is misschien Want wel een idee. Het kan nu nog echt alle kanten op, zeg maar. Ja, ja, ja. Het is net als dat je naar wolken zit te kijken. De een ziet er een hond in en de andere ziet er een brandweerwagen in. Ja, iedereen heeft zijn eigen fantasie bij dingen. Ik zie hem misschien nog ietsje breder maken. Ze hebben wel heel weinig ruimte, maar goed, zo. Zo. Ja, het ziet er vreemd uit. Het wordt net een mislukt hoofd. Ja, het is een beetje fiedeldiedel. Ja, ja. Alleen die sprieten nog zo. Ja. Maar dat blijft het natuurlijk niet. Ik ga hier aan vastmaken. Nu is het een ballon. Ja, hè? Ja. We gaan niet weer over die clown hebben. Heel dun. Wat breder. Nu is het een kwal. En nu kleuren we hem in. En dan moet je even een foto maken. Ja. Ja, en hier kun je natuurlijk mee spelen, hè? Ja, 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 zeker. Het wordt een organisch verhaal. Ja. Dus dat mag een beetje wisselend in een afgescheurd stukje papier, zegt Anja van S. Oh ja. Ja, dat heeft het ook wel wat van weg. Ja, het heeft overal wel wat van weg als je maar genoeg fantasie hebt. Want als je Reinders zegt, fiedeldiedel, oh, dat is lang geleden. Ja, 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 soms kom ik tot ontdekking dat ik ook intussen niet meer... Het ergste is dat ik het ook weet, zat in die 7-Up toppen altijd. Ja, lieverd, wij zijn net zo oud. Nee, jij bent iets ouder. Oh. Ja, ik moet het vertellen, want dan lijk ik wat jonger. Nee hoor, schilder. Maar Lies is het eens met Wendy, het kwal. Niks. Maar je moet dus, wat je moet voorstellen is dat dit witte element straks de basis vormt voor het design wat er overheen komt. Dus de fading die er overheen gaat. En Ellie, jij vraagt twee lagen zwart en dan mat aflakken. Ik zet die vraag even door naar jou. Een dekkende zwart. Ja, als het in één laag dekt is het ook goed. Maar je hoeft niet per se dat mat te doen, hè. Heb ik nu gedaan, omdat ik de tips voorgelakt heb en meegenomen. En anders worden ze viezig. Maar je hoeft ze niet mat af te lakken. Ik zou gewoon zelf twee lagen lak doen en dan gewoon gelijk je design maken. Want dat kan gewoon. Dus het hoeft niet per se op een droog ondergrond te zijn. Het mag wel, maar het hoeft niet. Vind je het makkelijker om het wel te doen? Gewoon doen. Het kan geen kwaad, maar het hoeft niet. Zo. Oké, stilhouden. Oh nee, ik ga het nog extra. Een momentje. Is het belangrijk dat die volledig dekkend is, het wit? Nee. Nu niet. Wel, die vlekjes haal ik wel altijd even weg. Maar zo, zou ik hem even... Wacht. Oké, 1, 2, 3. Screenshot van het afgescheurde stukje papier waar een kwal op is getekend in de vorm van een hoofd. Van Fiedel Dido. Oké, en dit harden we even uit. Hoeft niet super lang, het is niet zo dik. Dus dat doen we even 30 seconden. Zo. Kim van Lierop geeft een compliment over je mooie ketting. Ja, dat is natuurlijk ook wel echt jouw trademark ketting, hè? Ja, ja, die heb ik echt al in 2001 gekregen of zo, voor de kerst van mijn vriend. Ja. Nail artist. Zo lang geleden. Maar ja, daar ben ik nog zo blij mee. En trots op ook natuurlijk, want ja, dat is toch wat je wil uitdragen. Dus met trots draag ik die en met liefde. Dus, ja, blij mee. Heeft hij dat laten maken? Ja. Oh, dat is wel een heel mooi cadeau. Dus heel veel, vaak zeiden mensen, hoe heet je nou eigenlijk? Want normaal is het natuurlijk een naamketting. Ja. Ja, ik zeg, dit is niet mijn naam, dit is mijn werk. Oh, is mijn passie, is mijn ding. Oh, ja. Wat staat er dan?
Ja, soms is dat vermoeiend. Nu snappen mensen het wel. Maar toen de tijd was het natuurlijk was het nog niet zo bekend. Nee. 2001 en nu is het allemaal, begrijpt iedereen het wel. Maar toen was het nog een beetje vaag allemaal. Ja. Dus, maar we gaan door. Op mijn paperpad heb ik natuurlijk diverse kleuren neergelegd. Ja. En ze hebben ook allemaal het welbekende drupje bezentop. Wat gaan we doen? Ik mix de Sky Blue wederom. Dus altijd de mixjes die ik nu doe, zijn hetzelfde. We gaan wederom een soort landschapje maken, maar op een heel andere manier. Althans, zo meteen. Het begin is vrijwel hetzelfde, maar hoe het eindigt is wel echt wel anders. We gaan ook hier de bovenzijde van de kwal inkleuren. Het ziet ook als een kwal. Hi, zo, terug. En beeld. Ja? Ja, en weer zo'n beetje wolkerig. Ja, 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 ja. Dat is het mooie van het mengen met de bezentop. Het wordt gelijk een beetje cloudy. Oh, Cherise heeft ook zo'n naamketting gehad. Echt? Ja. Deze? Nou ja, het zal niet exact dezelfde zijn. Nee, want deze heeft ze hier laten maken. Sheila, jij raadt het. Een rivier. Ik zeg nog niks, maar... Komt wel in de buurt. Ja. Je ziet niet dat ik aan het hoofdschudden ben, maar... Maar vanaf waar komt die rivier? Zo leuk. We gaan naar de geel. Yellow is yellow. Het is zo leuk, hè, om die kleuren allemaal met elkaar te verbinden. Daar word je toch wel gelukkig van. Zet ik nog een beeldje? Het is ook wel zo'n soort... zo'n paddenstoel aan de bovenkant. Van zo'n atoom, weet je wel? En een klein beetje meng ik daar doorheen. Tegelijkertijd. De neon orange. Ik mag ze best wel even een beetje verbinden met elkaar. En dan pak ik Maze Choice. Tot hier zo ongeveer. Verdunnen. Zo. Op T. Klein beetje hier nog. En ik wil hem hier nog ietsje meer geblend hebben. Zo. Ietsje donkerder aan de bovenkant. En je kunt zelfs nog een stapje donkerder pakken. Hè, als je hierboven nog Majestic Blue zou zetten. Dat kan. Zo. En nu harden we hem even uit. Ook weer niet zo lang, want alles is weer gemengd met bezentop. Dus dat hoeft maar even kort, 30 seconden. En dan gaan we door met de volgende stap. En misschien heeft Pepijn in de tussentijd nog iets leuks. Ja, nou, het gaat over leeftijden. Oh. Want dat hebben we natuurlijk wel intussen verklapt hoe oud we allemaal zijn. En dat we het toch allemaal wel een beetje spannend vinden. Ook is er geraden dat het een rivier en een zonsondergang is. De weg naar een zonsondergang. Even kijken. Het heeft ook wel wat weg van een... explosie. Ja, dat zei ik. Zo'n nucleaire palm. Ja, nee. Dus nee. Het is eigenlijk, zijn we nog in opperste verwachting. Dat begrijp. Van wat er gaat gebeuren. Nou, we gaan nu door met de, ik weet die naam kwijt, Mojito. Ja, uiteraard. Zo moeilijk is het niet. En de Mojito pak ik vanuit het deel waar ik net Maze Choice aan heb gebracht. Zo. En ik pak een klein beetje erbij, Majestic Blue. Zo, tikje erbij. Even in de Mojito deppen. Het leuke van dit soort designs natuurlijk, hè, Deborah, is dat het gaandeweg pas ontstaat. Absoluut, ja, 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 maar dat is ook wel cool eraan, zeg. Ja, dat is inderdaad heel cool. Want ik zie toch nog steeds wat mensen die wat andere dingen inzien. Maar zo direct komt het goed. Ja, 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 het komt uiteindelijk altijd goed.
En maak hier een beetje een mix van, want dan krijg je beweging in het onderste deel van wat ik aan het schilderen ben. Ja, en het leuke hiervan vind ik dat een beetje impressionistische van die streekjes die je erin blijft zien. Ja, ja, ja. Het heeft daardoor wel echt iets van dat, van het, ja, vroeg impressionistisch. En dan die zonsondergang natuurlijk daarachter, dat zou je ook nog in veegjes kunnen doen. Dan wordt het helemaal natuurlijk een Van Gogh. Ja, nou dat klopt. En maar dat sowieso met in. Dat zie ik er echt in zo. Ja, ik begrijp wat je bedoelt. En sowieso dat olieverf schilderachtige is sowieso heel tof. Is ook nog heel kort een trend geweest, hè, om olieverf te gebruiken op nagels. Alleen dat droogt bijna niet. Olieverf? Ja, dat heb ik niet meer gekregen. Die droogt bijna niet. Nee, dat duurt al. Ik schilderde daarmee veel op glas. Het duurt al 3 dagen voordat dat een keer droog is. Zelfs met verneer erbij. Nou, dat duurt echt een eeuwigheid. Maar goed, het resultaat is altijd wel tof. En zo zie je ook dat een zomersdesign niet per se, hoe moet ik dat nou zeggen, heel wit hoeft te zijn. Typisch hoeft te zijn. Nee, zeker Maar juist niet. Een beetje spelen met kleur en op een andere manier aanbrengen. Ja, daarom heb ik ook niet voor het hele basic gekozen van een zomerdesign, maar designs die je ook heel goed aan kunt passen naar andere jaargetijden. Dus ze zijn nu voor de zomer, maar als je daar iets van oranje donkere kleuren, wordt het zomaar een herfstdesign. Hè? Dus je kunt alle kanten. Maak je dan meer met wit en lichter blauw, dan wordt het gewoon een ijsdesign. Dus ja, je kan vrijwel alle kanten op. Dat is wel heel cool. Dus en Gemma vraagt ook nu, zijn nou alle kleuren gemengd met die base en top? Ja. Alleen ook nu geldt, Gemma, je gaat hem pas mengen op het moment dat je hem gaat gebruiken. Ja. Want dan loopt het niet te veel met elkaar over. En dan krijg je dus een beetje dat wolkerige, waardoor je dus dat mooie, een beetje diepte krijgt in het design. Nou, als we nu naar jouw design gaan kijken, Deborah, dan denk ik ook dat het nu even het moment is om een goede screenshot te maken. Ja, dat is een goed idee. Dus 3, 2, 1, screenshot. Oh, ik snap nu wel waar mensen zeggen Donald Duck. Donald Plotseling. Duck? Ja, want het is net dat snaveltje als je er zo naar kijkt. Donald Duck? Ja. Oké. Met een hele lange blauwe tong of zo? Nee, dat is met een stropdas. Oh, is dat een stropdas? Oh ja. In Denemarken heb je toch zoiets, zo'n poppetje met een hele lange, wat anders. Ja, daar was nog ophef over. Hebben we niet gezien? Nee. Oh, ja, nee, ook nee. niet? Nee. Oh, nee. Oké, doet er ook niet. Maakt ook niet uit, we gaan door. We dwalen af. Op mijn palet ligt wat Liner Black en die ga ik pakken, onverdund. En wat gaan we nou doen? Ja. Ik heb natuurlijk hier die inkepingjes gemaakt. En het leuke nu is, het is in het begin wat lastig te zien, maar dadelijk zul je precies zien wat en waar en hoe ik wat doe. Ik ga die bergtoppen eigenlijk extra aanzetten. Aanzetten, ja. Maar met iets meer definitie. Natasja vraagt, als je de neon gel polish niet hebt, kun je dit dan ook maken met wit en neonpigmenten? Ja, zeker Natasja, dat kun je doen. Je kunt ook met clear en neonpigmenten werken. Dan krijg je een iets ander effect. Als je met wit mengt, wordt het wat iets pastelleriger. Als je met clear mengt, wordt het iets feller neon. En als je er dan wat wit onder zet, dan gaat die nog meer neon. Het zijn een beetje nu... Ja, een rotsen. Ja. Wat lager nog één. En het is wat lastig te zien, maar omdat ik het ondergrond mat heb, kun je het nu wel een beetje, als ik mijn hand een beetje zo hou. Ja, je ziet het goed hoor. Ja, zie je het goed? Ja. Oké. Die lijnen die ik aan het ietsje doortrekken ben, dat ga ik hier ook doen. Nou, May is er ook. Wat leuk. Hi, May. Hi, May. En zeg even een compliment aan. Wat zit je haar leuk, Deborah? Staat je goed? Oh, nou, dankjewel. Ja, ik vond het jasje met name heel leuk, met die gouden tijgerprint. Oh. Ja, ik hou er ook zo van. Berglandschap, zegt Marlies Oudhoorn. Inderdaad. Yes, ladies. Dat wordt het leuk. En dit kun je dus ook heel leuk variëren van locatie. Absoluut. Je zou ook bijvoorbeeld het rotslandschap bij... bijvoorbeeld aan de Franse kust kunnen nemen. Of bij het meer van Genève. Of bij de Cinque Terre. En dan speel je met één kant. En dan kun je zo diepte maken. Hè, door ook rotsen dus van voor naar achter te werken. Dus zo kun je hele leuke designs maken. Ja, je kan echt zoveel hiermee doen. Maar het leuke is, het is natuurlijk heel klein en heel priegelig.
Maar dat is wel echt ook heel goed voor je schildertechniek. En het geeft je ogen nog meer de ruimte om in detail te werken. En dat vind ik zelf zo cool. Oh, Ellie, jij vraagt of je dat dan moet mengen met powergel of gewone cleargel. Dat ligt er een beetje aan wat je ermee wil doen. Als je het met gewone gel mengt, dan kun je ermee schilderen. Als je met powergel mengt, kun je ermee bouwen. Maar het kan alle twee. Als je met powergel met pigment zou ik wel wit nemen hoor. Dat wordt mooier. Ja, dat is goed dat je dat even zegt. Zo. Oh, Iris zegt ja, 2.0 zeker, Pepijn. Ja, sorry Iris, maar ik word er gewoon helemaal enthousiast van. Ja, dat mag toch? Ja. Ooit komt er een keer een 3.0. Ja. Zo. Kijk, en wat nou het leuke is, kijk, wat dat bedoelde ik ook, hè. Want je ziet die rivier zich om die bergen heen slaan. Ja. En dit harden we even uit. Oh ja, nee, screenshot. Screenshot, voordat we hem uitharden. Screenshot, een beetje schaduw erbij, dat we goed zien dat je dat het... Ja. 1, 2, 3. Screenshot. Klik. En nu harden we hem even uit. 30 seconden zijn maar dunne lijnen. Dus dat hoeft niet zo heel lang. En dan gaan we daarna door. Dus maak je penseel schoon, want we gaan door met liner white. Of pak een ander dun penseel erbij, dat je met twee penselen werkt. Eén voor het wit en één voor het zwart. Dat kan natuurlijk ook. Dus ik wacht even tot die uitgehard is en dan gaan we door. Welk penseel gebruik je nu om te schilderen? Nog steeds die oude detailer? Ja, hè? Ik had net de hele tijd die nieuwe detailer hoor. Ja. Ik ben pas net begonnen met die kleine. Wisselen. En wat je ook heel goed kunt doen, schoonheidssalon Senza, dat is de Rhinestone Nail Art Brush. En er wordt ook opgemerkt dat blijft die gel goed liggen. Maar dat is natuurlijk liner gel, die net werd gebruikt, die zwarte. Die is sowieso een hele dikke paste-achtig. Dus die blijft echt super liggen. Is super handig om mee te werken. Ja. Zeker als je hem op die extreem matte ondergrond legt. En Etty merkt op, ik heb lenzen en een leesbril en nog steeds moeite met de details. Nou Etty, ik vind eerlijkheidshalve dat dat niet helemaal waar is. Hè? Je maakt prachtige gedetailleerde nail art altijd. Ja, ik wou net zeggen. En of dat dan met een bril is of niet, dat maakt niet uit. Het is prachtig. Nee. Het lijkt zo groot op tv, als je dan inbeeld op de nagel, is dat moeilijk. Ja, ja, dat is wel, ja, ja, je moet echt in het mini denken. Kunstnagels maken, nail art maken, is eigenlijk kunst op de vierkante centimeter. En dat maakt het ook zo ontzettend leuk. Soms vraagt nu iemand aan mij, mijn partner zegt wel eens tegen mij, waarom ga je niet leuk schilderen in je vrije tijd? Nou, ik kan me niet voorstellen dat je een groot doek moet gaan schilderen. Ik ben gewend om dit te doen. Helemaal naar beneden. Ja, ja. Ja. Dat is echt zo hoor. Wij kruipen ongeveer in die nagel hoor, als je bezig bent. En we hebben niet door, maar wij doen ook soms helemaal dit, hè. En dan denk je van, oh ja, ja, ja. Maar dat moet je natuurlijk helemaal niet doen. En je rug is ook niet zo best voor. Maar ja, dat gaat vanzelf. Dus ik denk dat iedereen dat wel kent. Dat die uiteindelijk in zijn design zit gekropen. Dus we gaan door met het wit. Ik had natuurlijk op mijn paper palette meerdere kleuren, waaronder ook liner white liggen. En die pak ik even puur. Dus niet verdund met niets. En die ga ik naar de topjes van mijn bergjes. Het is iets te veel. Zo, ben ik nog in beeld? Een beetje daarin. En je maakt niet gewoon een wit vlak, hè? Nee, je nee, doet nee, echt nee, een nee. beetje lijntjes. Ja, ja, ja. Dan lijkt het net wat meer snowy. Want het kan natuurlijk zomer zijn, maar in de Alpen ook, hoog op de toppen, ligt altijd nog een beetje sneeuw. Dus we zijn toch bij het meer van Genève. Ja, daar ben ik nooit of natuurlijk geweest. Het Luganomeer, hè? Dan kun je dat ook nog een beetje zien. Waar zo? Het meer van Lugano. Waar is dat? Italië? Ja. Italië? Italië. Nee, ik blijf even hangen. Nee, maar goed, daardoor krijg je natuurlijk wel dat je die bergen wat meer kunt accentueren en, ja, en ja, ja. duiden. Eigenlijk. Ja, dat is het, ja. En het kan zijn dat je wel soms een klein beetje te veel over je zwart heen gaat. Dat is niet erg. Dan doe je het aan de hand gewoon weer een beetje aanzetten eromheen. Met zwart. Kan geen kwaad. Nou, Mieke van Hoeijen zegt, ik krijg een Bob Ross gevoel hierbij. Nou, dat ben ik met je eens. Dat ben ik helemaal met je eens.
Straks moeten we nog ergens een boompje wonen. En dan zijn we helemaal in Bob Ross terechtgekomen. Maar het is toch heerlijk van vroeger. Gewoon even 25 minuutjes op Telejak kijken naar Bob Ross. Ja. Ach. Heette dat Telejak? Ja. Fantastisch. Dat was educatief altijd, hè, Telejak. Oh, oké. Ja, ik vond het wel een topprogramma. Viel er altijd bij in slaap? Nee, ik zat altijd te kijken, oh, wat nu, hè? Huh? Jawel, maar dan was hij klaar en dan zei hij iets van... Wat zei hij nou altijd? Hij zei iets al specifieks en dan was het dan, oké, ja, is goed. Weet je wel, ja. De droom en die zorg van je weg. Mensen die hem niet kennen, kijk op YouTube Bob Ross. Echt top. En daar hou je ook heel veel inspiratie uit. Super gaaf. Even kijken, waar zijn we nu? Nou, we hebben wel wat leuke top aanzetjes gedaan. En je ziet dat ik de lijnen waar ik de bergen getekend heb, die zijn nog steeds zwart. Dus je ziet ze nog steeds gedefinieerd zitten. Dat is natuurlijk ook wel het leuke effect eraan. En je moet het zien als dat dit natuurlijk omhoog loopt. Hè? Zo is het idee. Ja, hij loopt weg in de horizon. Ja, 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 ja. Maar je zou natuurlijk ook een leuke waterval kunnen maken. Ja, kan ook. Ik denk dat de mogelijkheden een soort van eindeloos zijn. Denk ik echt. Zo, ik hard dit weer even kort uit. 30 seconden. En dan gaan we even door met de zwart. Zo, ik zal even een nieuw doekje pakken. Nou, hij is alweer klaar. Dus we gaan door met de liner black. En wat ik nou doe, ik trek hem helemaal langs het water. En tegelijkertijd als ik hem langs het water trek, maak ik ook wat extra diepere inhammen in het water. Dus dan speel je nog wat meer met de vorm van de rivier. Juist. En dat kan natuurlijk heel goed met die liner gel black, omdat die ook zo dekkend is. Absoluut, ja. En hij loopt ook zo lekker, als je begrijpt wat ik bedoel. Dat, het materiaal, dat loopt gewoon op je penseel. Dat is zo fijn. Of het glijdt mee met je penseel, zal ik het zo uitleggen. En je kunt zelf natuurlijk de vorm maken die je erin wil, hè. Speel daarmee. Je zit niet vast aan een... Aan een eikpunt of zo. Hier zo maak ik hem dicht. Want je kunt niet zien waar die eindigt. En als ik hem strakjes weer glanzend maak de nagel, dan is het weer één geheel. Dan zie je die lijnen niet meer. Zo, kijk. Wordt hij nog wat speelser. Samantha Felix zegt, toch mijn salon en spulletjes maar even achtergelaten en weer op de stoel gaan zitten. Na mijn operatie van gisteren liep ik iets te hard van stapel. Koekoek. Ja, dan moet je altijd, je moet wel altijd de tijd nemen om aan te sterken, ja. Natuurlijk. Dus blijf wel gezellig kijken en inspiratie opdoen, want dat kan natuurlijk wel heel goed. Zeker. Ja? Als je hem dan even niet ziet en hij komt weer terug, dan is hij meteen ook... Ja, dan zie je het weer, hè? Ja, dan zie je dat detail gewoon staan. Ja, ja, ja. En dan ook hier met die diepte van die horizon erin. En dat avondrood, dat ligt altijd laag. Dus dat is wel, wel cool. We gaan door met de zwart nog steeds. En wat ga ik doen? Ik ga een soort open gaten maken waar het water omheen loopt. Dus een soort opening in de bedding. Waar het water omheen loopt. Dat hoeft niet helemaal mooi rond te zijn. Maar gewoon een beetje speels. En doe er ook geen 10. Maar gewoon even 2, 3 of zo. En hier natuurlijk wat kleiner. Dan onderop. Het zijn eigenlijk een soort rotsen in het water. Ja, zoiets. Kleine eilandjes. Ja, waar het opbouwt, ja, inderdaad. En waar het omheen kan. En alles heeft met de werking te maken. Dus klein. En dit harden we even uit. Even een screenshot. Screenshot, sorry. En terug. 1. Schaduw. 2. 3. Screenshot. Ja.
Alright, nu harden we hem even uit. Ook weer 30 seconden, is weer lang zat. Het zijn maar dunne laagjes. En ik maak mijn penseel schoon, want we gaan weer terug naar het wit. En met het wit gaan we nu eventjes... Je maakt je penseel steeds schoon met... Prep and wipe. Alleen even er doorheen halen, voorzichtig. Dan veeg ik hem af van een... nou zo, kijk. En dan hou ik hem gewoon recht en dan haal ik hem er zo doorheen. Klaar, dat is het. En helemaal op het einde, wanneer ik mijn penseel opberg, haal ik ze eventjes door de bezemtop heen, dat het alle gel eruit heeft gehaald. En dan berg ik ze op. Maar dit is puur voor tussendoor schoonmaken. Want als ik dat steeds met bezemtop, dan ben ik echt heel lang bezig. Maar dit is tussendoor en ik verzorg hem aan het eind met de bezemtop. En dan berg ik hem weg. Dus dan kan die weer mee naar de volgende ronde. Oké. We gaan door naar het wit. Want wat nou leuk is... Ik heb trouwens hier de liner white. En dan doe ik een heel klein tikje gel polish white is white doorheen. Tikkie tikkie, heel klein beetje. En dan moet ook maar een klein beetje op mijn penseel zitten, echt puntjes. Want wat wil ik? Ik wil kleine rietstengeltjes uit die openingen laten komen. Dat geeft toch echt nog meer diepte. Het is, ik weet echt niet hoe goed het te zien is eigenlijk, Pepijn. Zie je het gewoon goed? Ja, die middelste is een beetje lastig te zien, omdat die precies op de plek van de lichtweerspiegeling is. Ja, maar nu zie je het weer wel goed. Zal ik hem iets meer aanzetten? Nou, dat is niet per se nodig. Het is gewoon omdat daar het licht op weerspiegelt. Ja, dat zie ik ook, ja. En dan gaan we naar deze. Petra zegt, het lijkt wel een weggetje naar de hemel. En Ettie zegt, nou, het is weer prachtig, hoor. Ik zit er heel even voor met mijn hand, maar anders kan ik die lijn niet zetten. En we gaan dat ook een beetje aan de zijkanten doen, in die inkepertjes. En dat mag best natuurlijk een beetje over dat water heen gaan, dat is niet erg. Waanzinnig, zegt Mieke. Nou, dankjewel. Lief. En Iris zegt, nee, het is niet goed te zien, maar straks als we er wat schaduw bij doen, houden... Ja, zo kijk, is misschien dan zie je het al wat... beter. Misschien als ik hem een beetje zo hou. Ja, en natuurlijk als je thuis op een wat groter scherm kijkt en streamt naar dat grotere scherm, dan kun je het makkelijker zien. Ja. En dat is ook hoe ik thuis altijd naar de show kijk. Vind ik altijd leuk. Jacqueline zegt, ik ben er stil van. Zo mooi. Nou, lief. En het leuke is, kijk, je hebt natuurlijk je begint met een klein oppervlakte, maar dat bouw je natuurlijk helemaal uit zo over de nagel. En dat is wel echt wel heel leuk om te doen. Ik hard dit heel eventjes uit. Echt maar heel kort, even een paar seconden. Ik hou hem gewoon even vast. Even kort, 5 seconden. En dan pak ik daarbij neongroen. Ik heb mijn palet een klein beetje neongroen. Echt een mini piti pini. En dat pak ik nu op. En daar ga ik met... Hele klein, je kunt het zien, een heel klein puntje heb ik. Hier zo, een heel klein beetje. En dan ga ik mee over die witte, net gezette takjes heen. Om een klein beetje nog meer kleurcontrast erin te krijgen. Ik bedoel, we werken natuurlijk met felle kleuren. En dan hoort dit er echt leuk bij. En het springt er gewoon ook nog echt uit ook. Ja, die neongroen moet echt over dat wit heen om hem goed te zien, hè? Ja. Want hij is natuurlijk transparant in de basis. Ja, ja. Maar hij is wel echt neon, dus met een klein beetje wit komt hij zo ontzettend tot leven. En ik werk er graag mee, ik vind het een hele mooie kleur. Kijk. We harden dit ook even uit, weer kort... En dan gaan we nog weer naar het wit. Nee, naar het zwart. Huh. En daarna naar het wit. Mieke van Hoeje zegt, ja, dat maakt het echt af. Iris zegt, ja, nu is het prachtig, maar we zijn er nog niet. We zijn er wel bijna, maar we zijn er nog niet. En Gemma zegt, echt heel erg gaaf. En Esmeralda zegt ook, echt super. Leuk. Ja, leuk. We gaan in de bergjes
een geinig boompje zetten. And here lives a little tree in this painting. Do it with Van Dyck brown and just make the tree chuk 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 chuk. Ja, yeah. Use a little ochre yellow. And ochre yellow, yes. Ja, dat is zijn favoriete kleur. Maar soms zie ik ook niet meer wat ik aan het doen ben. Kun je het zien? Ja. Oké. Okay. En dat kan natuurlijk ook aan deze kant. Het zijn vrij grote bomen ten opzichte van de bergen. Maar je ziet ze vaak zo uitsteken. Ja. Zo. Die hard ik even uit. En ook daar doe ik een beetje wit en groen bij. En dan wordt het toch weer een geheel, zeg maar. Dus het is allemaal klein. En priegelwerk, want dat is het wel. Maar toch aan het eind zie je dat alles tot één geheel komt. En dat is zo leuk. Dus ook nu breng ik daarop aan... Een heel, heel, heel klein beetje wit. Echt zo klein beetje dat ik ook goed moet kijken waar. En dan pak ik gelijk dit bergje nog even mee met een klein beetje extra. Zo. En gelijktijdig, omdat het zo dun is, kan dat wel, pak ik ook de groen. Dat kan gewoon. Kijk maar. En toch valt het op. Ik zal weer even zo doen. Ja, zeker. Wat doe ik nu? Ik ga gelijk even door. Hoeft nog niet uitgewerkt worden. Maar wat natuurlijk altijd wel leuk is, dat hier zo bij het water altijd van die... Je bent nu nog steeds met je oude detailer aan het werken. Nu wel, ja. Maar je kunt natuurlijk ook met je rhinestone penseel werken. Want dat vraagt Maggie. Dat is deze. Kijk. Kan ik ook even laten zien. Kan het ook mee. Leg nu van die soort steentjes neer. Zeg ik, ook dat hoeft niet helemaal mooi rond te zijn. Nee, dat is juist leuk als dat een beetje grillig is. Een beetje speels. Zo. En die keitjes zijn dat, zeg maar. Zo. Kijk. Die leg ik niet in het water over. En ik vind voor het hele mooie, zelf, hè, maar dat ben ik, dat ik hier de rivier ietsje smaller moet maken. Dat die echt daar vanuit die berg komt lopen. Ja. Vind ik. En dan hard ik hem even uit. En dan zal ik nog even wat highlighten. Dat is ook altijd leuk. Anja Ferret natuurlijk. Hi Anja, wat leuk dat je ook kijkt. Ze had nog geen reacties kunnen geven, want ze is druk bezig met de laatste hand te leggen aan het seduction huiswerk. Nou, ik ben heel erg benieuwd. Dat was natuurlijk die huiswerkopdracht waar je 2 weken de tijd voor had. En ja, ik ben heel benieuwd naar alle inzendingen daarvan. En voor de rest vindt iedereen het heel erg mooi. En zijn een beetje in de war van alle stappen. Daarom is het ook zo belangrijk om die screenshots te maken. Zeker. Want ik kan me voorstellen dat je bedenkt van, jeetje... Dat is best wel een pittig design. Ja, het zijn veel stappen, maar gewoon, ik denk gewoon in herhaling even terugkijken. Want dan kun je het op je gemak kijken. En dan hoef je niet naar alle comments eventjes zo om je heen te luisteren of te lezen of te kijken. Gewoon enkel het focus op het design. Ik denk dat je het dan wel beter onder de knie krijgt. We gaan door met de laatste stap voor dit design. En het detailleren. En dat is met een klein beetje wit. En wat ik dan doe, ik zet een... Lekker uit beeld nu. Ik zet een... Want het geeft wel extra dimensie als je het ook ziet. Ja, precies. Het kan leuk zijn, zeg maar. Even een extra highlightje. Ja, en Iris merkt op, je maakt er een heel landschap van. Ja, dat is absoluut waar. En Joey zegt heel gaaf. Dank jullie wel. Wat lief.
Dat tussendoor foto's maken is zo vervelend, dan ben je zo gefocust. Ja, dat begrijp ik, Sylvana. Dat moet je echt even aan wennen. Maar je moet gewoon even dan ademhalen. Zo. Gewoon, als je denkt van, ik ga nu even ademhalen, dan doe je even een fotootje maken. Ik haart hem uit. Oh, ze haart hem uit. Nou, dat is dan het moment, als hij uit de lamp komt, dat je denkt bij jezelf, oké, een fotootje. Ja. Of voor de, nou, ik zou het na de lamp doen. Ja. En dan... Ik begrijp dat, dat Sylvana de step-by-steps bedoelt. Want je bent dan helemaal in je flow bezig. Ja, snap En dan moet je even een fotootje maken. Maar ja, het went, het went. Ja. Hij is klaar om afgelakt te worden. En dan gaan we weer kiezen tussen glanzend of mat. Maar ik zal glanzend doen. Ik denk dat dat het beste zien is. Want ik laat het matte resultaat jullie ook zo natuurlijk eventjes zien. Dus we gaan hem aflakken met Supreme Finish. Daar gaan we. Oh, en ik ben toch een heel klein dingetje vergeten. Maar dat maakt niet uit. Dat kan daarna ook nog. Ik mis nog een levend wezentje in beeld. Een spinnetje. Ja, een kat. Nee, we hoeven niet altijd spinnen toe te voegen. Kan wel, maar dat doen we natuurlijk niet. Maar ik pak even de dingetjes erbij die ik ook nog had gemaakt voor jullie. Die hadden we net. Oh ja, deze. Dat is natuurlijk wel heel leuk ook. Mee zegt ook, wat is hij toch mooi. Dankjewel, Mee. Ach, Marlies oppert om een berggeit. Ja, daar hadden we het nog over. Hadden vanmorgen. We het nog niet over, ja. Ja, ja, ja. Ik had het over een koe. Op de een of andere reden had ik het idee om er een Milka-koe neer te zetten. Ja, ik weet ook niet. Ik zat helemaal in dat Zwitserse landschap. Dus ja, ik denk gecombineerd met die paars, met de paarse kleur om het me heen. Het kan allemaal op papijn. Ja. Dus maakt allemaal niks uit. Dat is creativiteit. Ja, precies. Kijk, wat er nog bij moet, hij is natuurlijk bijna niet klaar. Nou, hij is eigenlijk klaar op een klein minuscuul detail, want ja, ook die hoort in hier. In het midden? Hij, daar. Anja van S. vindt het ook wel een beetje Japans aandoen. En dan zou je er weer een hele mooie bloesemboom kunnen zetten. Ja, zeker. Angela Zalm merkte op, ja, chocolade. Ja, ik hou van chocolade, ik weet het. Ik hou van eten. Misschien dat ik daarom chocoladekoeien zie. Nou, Milka is natuurlijk, gaat niet zoveel boven. Qua chocolade. Ja, je maakt nu in plaats van alleen maar een veetje, maak je ook nog een klein streepje aan het eindje van de vleugel. Dat je een soort... Ja. Ja. Dan heb je een beetje zo'n vogel. Kijk, gewoon een eentje. Nee, zo'n albatros. Die zijn wat groter, die hebben dat. Sorry mensen. En dan een klein beetje. Midden. Zo. Kijk. Dus die moet ik heel even twee tellen. En dan laat ik die andere zien. Dat is ook zo leuk. Zal ik eerst alle palmbomen laten zien? Aangezien we nu even iets anders gaan doen. Toch? Ja. Kijk. Palmbomen. Ja, dat toch al? Ja, we beginnen even met alle palmdesigns. Oh, we gaan eventjes... lieve mensen, dit is natuurlijk het idee om wat screenshots te maken. Kijk. En dan zeg ik... Dus, ja? Aquacolors. Aquacolors, aquacolors. Met daaronder allemaal verschillende flakesoorten. Dus de paarse, de gouden en hier de roze. Deze is helemaal met alle kleuren gel polish, de felle kleuren. En dit is met glasgel. En wat is nou het mooie hieraan? Kijk, wanneer je met glasgel werkt, de basis is wit. Mm-hmm. Die heb ik wit gelakt. En daar overheen glasgel. En het zijn allebei de gele glasgels, maar de bovenste is gemengd met de rood. En dan een heel klein beetje rood, zodat die oranje wordt. Zodat je een mooie warme kleur krijgt. Hetzelfde bij deze. Dit is ook glasgel. Alleen het bovenste niet. Het paarse is de blueberry swirl. Dan een mix van rode glasgel met geel, waar ik hier iets meer rood heb gepakt. Hier zit eerst een beetje wit onder. En nu geef ik hem een beetje zwart. Een beetje wit onder. En daar overheen zit de mimosa. En dit zijn gewoon liner. Black tekeningetjes. Oké, zullen we ze even goed neerleggen? Ja. Want dan kunnen we nog even... Ja. Dus, 3, 2, 1, screenshot.
Er wordt gevraagd door Sylvana, voor het huiswerk, mag ik ook met airnails leuke summernails maken? Nee, dat is een totaal andere techniek. Dus het moet echt wel handgeschilderd zijn. Dus ik ben heel streng. Ja. Nee, maar niet met airnails. Dat is dat bij een ander soort opdracht. Dus echt handschilderen, alsjeblieft. Maar dan mag je daarmee, welk materiaal je ook wilt gebruiken natuurlijk. Maar voor dit is het wel echt belangrijk dat je handschildert. Mee zegt, nu krijg ik nog meer zin in vakantie. Ja. Danielle zegt, blueberry swirl, mijn lievelingskleur, kan niet wachten tot de zomer. Mooi, hè? Wow, love it, zegt Danielle. En je had je nu nog, en nu heb je de landschapjes nog voor. Ja. Ja, en daar heb ik ook variété in. Even in beeld. Zo. Nou, dit zijn natuurlijk die we net gedaan hebben. Oh. Blijf eens even liggen. Hier heb je met mat, met een palmboompje daar zo. En hier is een soort, vulkaanuitbarsting onder de horizon. Ik vond het wel leuk. Maar je zou ook kunnen zeggen een soort savanne. Ja, kan ook. Het is, ja. Wat jij erin ziet, kan je ervan maken. Maar ik vond die kleuren zo heel cool bij elkaar. En alles wat de ondergrond is, is dus wit. Alles. Waar je de lichte kleur op ziet zitten, op de stipjes, op dingen, is allemaal wit. En hier zo eenzelfde verhaal als deze, maar dan met een waterval van regenboogkleuren. En die zijn wel allemaal individueel aangebracht. Dus eerst uitharden, dan de volgende kleur. Uitharden, de volgende kleur. Ze zijn niet geblend. Maggie vraagt, en alle lijnen, dus de tekeningen, die zijn gemaakt met liner gel? Ja, klopt. Zeker. Nou, nog even een screenshot. Weer? Want ik moet dat natuurlijk altijd wel even traditiegetrouw aankondigen. Ja, oké. Okay. Dus dat is... Zal ik er dan even eentje tussenuit halen? Want nou, ik vond het wel leuk zo eigenlijk. Oh ja? Oké. Okay. Ja. Dan weer, terug. Oké. Okay. 3, 2, 1, screenshot. Nou, dan heb je toch wel veel inspiratie, denk ik, intussen. Doen, ja, precies. Ja. Ik heb nog meer dingen om te laten zien, maar dat kan ik ook dadelijk nog even doen. Zo. Ja. Terwijl jij gaat voorbereiden voor het volgende design, dat wordt een fruit design, een fruity design, ben ik natuurlijk jullie de winnaars verschuldigd van de Syriza's Challenge van vorige week. Want dat was natuurlijk ook weer, dat was colorblocking, het was prachtig. En we hebben weer winnaars en die hebben natuurlijk een mooie prijs gewonnen. Laten we gaan kijken naar de eerste, dat is Bianca Floren. Kijk eens mee, wat mooi. Mooi. Van harte gefeliciteerd, Bianca. Echt ontzettend mooi gemaakt. Ook die transparante, doorzichtige delen. Echt supermooi. Dan hebben we natuurlijk ook nog Anouk Hondman. Die groen, zij zijn toch prachtig met die lijnen en die swirls erin. Echt heel erg mooi gedaan. Niet makkelijk, maar wel heel erg mooi. En dan hebben we tot slot nog Sophie de Pauw. Doet me een beetje denken aan Cruella de Vil. Een van mijn all-time favorite characters, maar daar gaat het niet om. Echt prachtig. Van harte gefeliciteerd. Echt van harte gefeliciteerd. Met jullie wil het winnen met de prijs. Maar iedereen die mee heeft gedaan, ik heb echt prachtige nagels voorbij zien komen. En het is zo leuk om te zien dat jullie daar het allemaal zo oppakken. Maar dat heb ik natuurlijk al vaker gezegd vandaag. Wat hebben jullie nou gewonnen? Dat is dit pakket. Kijk mee. De Color Concentrates. Dat zijn de Color Concentrates waarmee je dus iedere gel... Power gel, gel polish, bezentop kunt mengen tot de kleur die jij echt wilt hebben. Dat zijn echt artistieke tools waarmee je alles kunt creëren wat je wil. Een hele mooie prijs. Stuur je gegevens eventjes naar info@neiltalklife.com. info@neiltalklife.com om de vermelding van winnares Syriza. En dan zorgen wij ervoor dat we hopelijk deze week nog jullie pakketten kunnen versturen naar jullie. Van harte gefeliciteerd. Nou, ik zie Anouk hierin. Wauw, die zag niet aankomen. Gewonnen, zat tot gisteren nog de twijfel om het in te sturen. Nou, dat heb je gewoon super gedaan. Het was zo mooi, dat groen. Iedereen is aan het feliciteren. Prachtige nagels. Mees aan het feliciteren. Iedereen is echt... iedereen is helemaal enthousiast. En ik ook, want het is superleuk dat jullie mee hebben gedaan. En natuurlijk, voordat we teruggaan naar Deborah. Bij Deborah houdt van dieren. Dat wisten we al. Houdt ook van katachtigen, dat wisten we ook al. Houdt ook van schilderen op nagels, dat is ook natuurlijk helemaal Deborah. Dus nu, om dat te celebraten, Cat Eye by Magnetic.
is toch helemaal perfect. Prachtige kleuren, prachtige cat eyes en natuurlijk intussen ook een onmisbare kleur of type product bij jou in de salon. Nou, ik heb mijn riedeltje wel weer gehad en ik weet al wat jij gaat maken, maar wat ga je maken, lieve schat? Ik ga nu een meloentje maken. Vanmorgen hebben we iets anders gemaakt, maar daar kom ik straks op terug om dat te laten zien. En nu gaan we een meloen maken. En dat is natuurlijk wel heel leuk. En daarvoor heb ik weer wat kleuren klaargelegd voor jullie. Ik heb hier Mace Joyce 2020. Ik heb hier Neon Groen. Ik heb de Liner Black en de Blackest Black Gel Polish klaargelegd. En ik heb het nog niet neergelegd, maar ik heb hier de Master Paint Groen. Het is niet leesbaar. Echt D-groen. Wat zeg je? Ja, er staat iets van, ik kan niet zo goed lezen. D-E-E groen. Deep green. Oh, deep. Die P, ja. Die kan ik niet vinden. Dat is deep green. Oké. Okay. Ja. Ik heb alleen een beetje water nodig zometeen, als het mag. Ik zal voor je huppelen. Dank u meneer, dank u. En dan gaan wij beginnen met het design. Mijn basis heb ik als White as White Gel Polish weer. Want dat is gewoon heel mooi met die felle kleuren. Dat popt alles lekker naar buiten. En ik pak met mijn Detailer 3 wat onverdunde Mace Joyce 2020 op. Er zit hier iets aan mijn penseel. Zo. En wat gaan we doen? Even dit een beetje schoonmaken. We gaan een leuke halve cirkel zetten. Dankjewel. En die kleuren we meteen in. Het is ook zo'n prachtige kleur, dit. Zo. Ik zou hier wel voor kiezen om het op een matte ondergrond te doen. Want doe je dat op een nog natte ondergrond, heb je kans dat hij een beetje terugtrekt. Dus dat zou ik wel doen op een matte ondergrond. En ik doe hem toch in twee keer inkleuren. Dus die harden we even uit. Het hoeft maar 30 seconden, het is niet zo dikke laag. Dus even kort. Pak even weer een nieuw watje. Deze is een beetje vies. Hoppatee. Zo. Alles weer even bijhouden natuurlijk. Zo. Even wachten tot hij klaar is. En dan gaan we door met de tweede laag. Danielle Ubing vraagt zich af wat er op je ketting staat. We hebben het natuurlijk al over gehad, maar er staat inderdaad nail artist, hè? Ja. Ja. In 2001 gekregen van haar vriend. En toen was het toch heel uniek, want toen wist men natuurlijk nog niet wat een nail artist was. Nee. Dus dan dachten ze dat ze eigenlijk Neliana Tist heette. Ja, dat is ook mogelijk natuurlijk. Nou, we gaan weer terug naar jou. Het is dat ik geen kinderen heb, maar anders had ik ze zo genoemd. Tweede laagje. Blijft een mooie kleur, hè? Absoluut. Echt. Ik denk dat ik het ook gewoon zo laat. Het is gewoon een kers. Ja. Kom ik ook nog op terug. Kers. Ik zie, er zit een... Ja, en jullie weten natuurlijk dat May ieder jaar haar keuze in rood heeft. En dat zijn echt de must-have tinten van het jaar. En deze mag gewoon, ik hoor van Wendy in mijn oor, deze mag nooit, daar moeten we altijd mee doorgaan. Ja. Prachtige kleur. Maar dat is echt zo. Ik denk dat ik deze... toen we nog werkten... ook het meest gezet heb van alle kleuren. Maar hij is ook mooi op een shorty, hij is mooi op een lange nagel. Ja, hij is algemeen mooi, ja. Oké, dit harden we ook weer even uit. Ook weer 30 seconden. Maar je hoeft je penseel nog niet schoon te maken, want we gaan nog een keertje aan de slag met het rood. Alleen we gaan een soort half cirkeltje ernaast plaatsen. Dus, of eigenlijk een half cirkel, meer een pizzapuntachtig dingetje. Lekker. Ja, ook lekker. Ja. Hawaii dan, hè? Deze ronde. Toch? Nee, trouwens. Ja. Vanwege summer. Ja, precies. Ja, ja, ja. 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 Ben je scherp. Ja. Ja. Zo. Oké. Dan gaan we. Dat is ook wel leuk. Irina vraagt nog een keertje, hoe heet deze rood nou? Mace Joyce 2020. Ja, dat is Mace Joyce gekozen in 2020. Dus Mace Joyce, M-E-Y, S, Joyce 2020. Oké.
Ik pak hem hierop. Dus niet daartegenaan. En dan breng ik hem hier zo aan. Ja, bij Patricia Dijkstra was de Bloody Mary het meest gezet. Nou, moet ik zeggen dat die ook wel behoorlijk second best. Ja. Maar die is wat feller. Die is wat... Boef. Ja, fantastisch. Maar second best. Mensen waren nooit van oranje tot die kwam. En toen was oranje hot and happening. Hetzelfde principe. Laagje inkleuren en uitharden. En dan nog een keer een laagje. Je zou dit niet alle twee kunnen doen in één keer? Nou, met het oog op uitlopen, wie weet, doe ik dat niet. Of als je per ongeluk er tegenaan gaat, dat heb ik nog wel eens, dan zit ik te steunen en dan, dat. Ja. Dus even uitharden. Zo. 30 seconden natuurlijk. En dan doen we de tweede laag en dan gaan we door met de volgende kleur. En dat wordt de neongroen. Dat is wel cool. Dat is echt heel leuk. En daarna, het wordt zo spannend. Er komen nog veel meer dingetjes bij, dus dat wordt leuk. Moet even wachten. Wachten duurt. Ik ga vast even mijn penseel schoonmaken. Dat is wel een goed plan. Want ik blijf nog even aan de slag met de nieuwe Detailer 3 natuurlijk. Want ik werk in wat bredere vlakken. En dan is dat wat makkelijker om het daarmee te doen. Zo. Ik had hem een beetje lang aangezet. Omdat ik hier natuurlijk een opening heb en nog wat wit, zet ik mijn... één beeld. Neon hier. Half op de nagel en half. Ja. Of op de nagel, half op het wit en half op de... Op het rood. Op het rood. En half buiten beeld. Ja. En nu weer. En nou weer in beeld. En nu ga ik het gat vullen. Ben ik nog in beeld? Ja. Pak hem even zo. Danielle Ubink moet helaas weg, want ze gaat naar de rijles van haar dochter. En het helaas is tussen haakjes, dus ik denk dat het toch een favoriet is. Als je straks nog bezig bent, kijk nog even een stukje in de auto tijdens het wachten. Anders alvast een hele fijne avond. Jij ook, Danielle. Dankjewel. En uiteraard van hetzelfde. Zo. Nu ga ik wel gelijk deze kant ook doen. En dit design is best wel heel makkelijk. Oh, dat is fijn. Ja, ik vermeld het even, dat het ook wel eens fijn is. Hebben we wel al een screenshot gedaan? Anders moeten we dat straks even doen, hè? Want anders zijn we toch de ophouden. Maar dan hard ik hem eerst even uit, omdat ik nu die lijnen tegen elkaar aan heb gezet. Anders loopt hij misschien uit. En het mooie is dat je nu gelijk hier een donkere lijn ook krijgt. Ja. Die ook een mooie, doordat natuurlijk groen de complementaire kleur is van rood, krijg je daardoor een soort donkerbruinachtige bordeaux lijn die heel natuurlijk oogt. Dus het is echt een win-win situation. Zo, nu heb ik een Jessica's Choice voor zowel gel als voor Master Paints. En ik gebruik nu degene voor de Master Paints. Want degene die je voor gel gebruikt, is niet zo handig om die te gebruiken die je natuurlijk ook voor de Master Paints gebruikt. Dat is gewoon niet oké. Dus die leg ik vast klaar. En ik wacht nog 2 seconden tot mijn design hard. Dan kunnen jullie even een foto maken. Zo. Oké. Yes. Ik zal weer een beetje schaduw aanbrengen. Zo. 3, 2, 1. Screenshot. Yes. Zo. Nu leg ik op mijn paper palette een beetje, maar waarmee? Nou, met mijn detailer. Een beetje water. En een beetje Master Paint Deep Green. Ja,
komt-ie. Als het goed is, komt-ie. Gisteren kwam die nog. Hij komt niet. Klinkt heel gek ook trouwens, wat ik zeg. Nou, mensen, morgen. Nou, soms droogt het een beetje in, hè, in het tuutje. Ja, nogal. Heb je iets bij, om het er doorheen te prikken? Ja, ik heb mijn pincet van de Air Nails. Ah ja. Gemma vraagt, als je geen Masterpaint Deep Green hebt, wat kun je er dan, waarmee kun je het dan wel doen? Dan zou je een beetje neongroen kunnen mengen met wat zwart bijvoorbeeld. Ja, of gewoon een hele goede dekkende diepe groen, maar die had ik niet. Dus daarom kwam ik uit op deze Masterpaint. Maar goed, wat ik zeg, hij deed het nog tot aan gisteren. Of Jungle Jane on Heels. Ja, maar die is te donker. Oh, sorry. Nee. Ja, nou, nee, die heb ik ook, maar die is te donker. Duidelijk dan weer. Je kunt wel Army Green een beetje mengen met zwart. Heel klein beetje. Army Green is een nummer 103303. Oké, okay, hij doet het. Nog steeds niet. Mijn hemel. Jet zegt, mijn Medusa is klaar, vind er niks aan, dus sla die over. Nu heerlijk Deborah's Debs. Summer Designs koekeloeren. Mm-hmm. Nou, ik ben natuurlijk hartstikke leuk dat je mee aan het kijken bent. Maar ik ben toch wel benieuwd hoor naar Medusa. I love Medusa. Ik weet niet of je dat weet, maar ik heb zelfs een tattoo van Medusa hier. Echt waar? Ja, ik kan hem nu niet laten zien, want het zit te strak. Maar dat heeft niks met kilo's te maken of zo. Dat is gewoon de taillering van de mouw. Is er een tip om de masterpaints uit de flesjes te krijgen? Makkelijker. Vooral een nieuw flesje is een drama. Nou, heel goed schudden. Heb ik. Heel erg goed schudden. En je zou, als je dat wil, het tuutje eruit kunnen pakken en daar een paar druppels kokend water in kunnen gieten. En dat kokend water, dat zorgt ervoor dat het wat meer, dat het makkelijker mengt en dan kun je het eruit halen. Ja. Alleen dus wel goed dat tuutje schoonmaken, iedere keer, want daar kan wat droge verf in blijven zitten. En dat is een beetje lastig soms. Nou, deze is nieuw. Ik heb hem gisteren opengemaakt. Of nee, eergisteren, toen ik deze ging maken. Maar ik heb het eruit. We zijn ongeveer een dag verder, maar het is gelukt. Zo. En nu heb ik dus... hier, Jessica's Choice voor Masterpaints. En ik haal die een klein beetje door het water. Dan meng ik het een beetje. En ik heb natuurlijk het product uitgehard, de gel. Maar ik ga er wel meteen rechtstreeks overheen. Zo. En dat doe ik aan de buitenste rand. Zo. En ook aan deze. En we gaan zo nog met wit hierin werken, dus er komen nog wel wat kleuren bij. Maar dit moet natuurlijk heel even laten drogen nu. Al gaat dat vrij snel. Misschien nog hier een klein beetje. Zo. Ah, nu krijg je echt al die schil, dat effect. Met dat donker in het buitenrand en een beetje donker in het midden. Of tenminste, aan de buitenkant en aan de binnenkant van de meloenbladen. Even schoonmaken. Dat was een mooi geluidje. Dat was de aankondiging voor de nieuwe stap. Als het droog is. Er werd gevraagd of Jessica's Choice penseel er alweer is. Hij is er wel, maar hij moet nog worden verwerkt. Dus voor het eind van de week is hij weer verkrijgbaar. Jessica's Choice. Het penseel gekozen door onze enige echte eigen Jessica Padberg natuurlijk. Dus helemaal fijn. Nou, dat wilde ik even tussendoor zeggen tegen jullie. Ja, dan gaan we weer terug naar Deborah. Yes. Ik leg op mijn paper palette wat wat liner white neer. Zo. Dus de wat dikkere pasta. Want nu ga ik iets doen wat een beetje apart is. Oh jee. Ja. Ik zou niet ik zijn. Ja. Wat ga je doen? Ja, wat gaan we doen? Ik weet niet of iedereen hem heeft. Ik heb het er niet bij gezet. Maar
Wat nou zo leuk is, wat we nu kunnen doen, is met de polish corrector gaan we arten, eigenlijk. Ja. Dus het voordeel natuurlijk, dit lost een beetje product op. Dus wat doe ik nu? Ik pak het puntje van mijn polish corrector en die dip ik met deze kant, dus de, waar ben ik in beeld? Daar. De lange zijde. Ja, de spitse zijde. Spitse zijde in de liner white. Ja. En dan ga ik hem langs de... Even in het midden. Sorry. Ja, ik word er helemaal opgewonden van namelijk. Dan ga ik hem langs de groene rand aanbrengen. En omdat hij het gelijk een beetje oplost... Nou, wat slim. Krijg je dat leuke effect. Nou. Wat grappig. En dat je kunt natuurlijk heel precies werken. Ja. Nou, wat leuk. Kijk. Nou. En dan ga ik ook maar mee naar die kant. Grappig. Het zijn soms die kleine dingen. Ik had dat nou nooit bedacht om dat zo te doen. Nee, ja. Hoe bedenk je dat nou? Of was je per ongeluk je polish corrector in de witte lijn gevallen? Nee. Ik wilde even wat weghalen. En toen zag ik zo'n mooi effect. Dacht ik, oh, ik ga het helemaal niet weghalen. Ik ga het zo doorwerken. Oh, leuk. Dus, grappig. Ja, geniaal, zegt Desiree ook. Nou, dank je. Ja, zo kom je nog eens achter dingetjes, hè. En ik doe ook gelijk hier nog een klein... Als je dit nou niet hebt, die polish corrector, zou je misschien ook een wattenstaafje kunnen gebruiken, wat je een beetje vochtig maakt in nagellakremover. Ja, dan moet je zo'n heel dun randje maken aan de voorkant. Wat je wel eens met je voortanden doet, weet je wel. Dat moet je nu niet doen natuurlijk, hè. Maar wat je dan wel eens doet om even wat weg te halen bij je oog. En dan even met je nagel zo'n heel dun randje maken en dan kan je dat ook doen. Ja, ik maak nooit een dun randje, maar dat doe je natuurlijk als je make-up wilt verwijderen. Ja, ja. Anders is zo'n ding veel te dik. Maar ik doe hem dan wel eens even tussen mijn tanden, zo'n klein puntje, en dan net even hier wat weghalen of zo. Maak wel je polish corrector natuurlijk eventjes schoon. Ik haal hem even door de prep en wipe en ik veeg hem af en dan is hij weer klaar om te gebruiken. En ik moet zeggen dat ik eigenlijk een polish corrector wel een must-have product vind, hoor. Want dit is natuurlijk heel leuk. Eens. Maar eigenlijk als ik de nagels doe van bijvoorbeeld mee, dan heb ik hem altijd naast me liggen. Want op de een of andere reden schiet ik altijd uit met mijn gel polish. En dan is het zo handig te corrigeren met die polish corrector. Het is echt zo'n fijn dingetje. Dat toen ik nog de nagels lakte met nagellak, gebruikte ik hem eigenlijk nooit. Gek genoeg. Maar nu ik nagels lak met gel polish, gebruik ik hem bijna iedere keer. Want je wil natuurlijk niet dat dat kleine stipje, dat je dat uithardt. Want dat blijft zitten. Klopt. Terwijl met nagellak, je wast je handen na een dag en het is weg. Dus echt toppie. Ja, ik ga nog even door. Want ik veed het nog ietsje lichter uit naar beneden. En ik doe alles hiermee. Je hebt hem schoongemaakt met de prep en wipe, hè? Ja. Dus dat zuigt hij dan ook een beetje op. Klopt. Want Iris vraagt of je hem ook in de aceton hebt gedaan, maar nee, dat was nee, de prep nee, en nee. wipe. Maar er zit ook geen aceton in. Nee. En nu pak ik puur vanuit het wit wat ik al geplaatst heb, dat veed ik lichtjes uit naar beneden. En misschien is het ook zo weer een momentje voor een fotootje. Och, nou ja, hemel. Ja. Even goed in het midden, even nageltjes aan de kant. Even stilhouden. Dat ook. Ja, ik wou hem even... 3, 2, 1, screenshot. Klik. Ja, toppie hoor. Het lijken ook wel twee abrikozen. Zijn die rood? Nee. Oh. Maar die hebben wel een beetje dat fluffy. Ja, dat is waar, dat is zacht. Ja, 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 als je dat de andere kant op doet. Ja, die zijn heel aaibaar, die dingetjes. Ja, dat klopt. Dat wit is geen masterpaint, nee. Dat wit, dat is liner gel, Desiree. Ja, en dan hard ik hem wel even uit, want anders ga ik iets doen. En dan ben ik vergeten dat ik hem nog niet uitgehard had. Dus ik hard hem weer even uit. Weet je hoe je dat ook heel leuk zou kunnen doen? Bedenk ik nu. Ik zeg het tegen jou, maar ik doe het via zo. Hele droge witte acryl met een designpenseel oppakken. En dat dan zo neerleggen in die ronding van die waterbloem. Dan krijg je dat korrelige, wat dan wel blijft liggen. En dan krijg je ook een beetje dat flaky. Ja. Ook leuk. Ja, ook leuk. Ja, maar zoveel mogelijkheden.
Dat was een techniek die gebruikte ik vaak als ik bijvoorbeeld water tegen rotsen wilde laten opspringen. Dan heb je dat water wat je dan zo maakt, maar dan wil je dat schuimige water hier maken. En dat doe je dan met hele droge witte acryl zo. Tjuk, 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 tjuk. En dan, pff, en dan heb je dat. Nee, we gaan nu weer terug naar Deborah. Ja, ik heb even op mijn paper pallet een beetje apple martini neergelegd. En een beetje bezemtop. Want ik wil die rand boven het wit wat we net hebben aangezet een klein beetje lichtgroen maken. Dat is zeg maar het onrijpe deel van de meloenschil. Datgene dat als je daar je tanden in zet, dat je denkt, ugh, bitter. Dat. Zo. Kijken of er niet te veel vloeistof in zit. Ik denk dat dit wel een mooie mix is. Yes. En wat ik dan doe. Hier precies zo langs. En omdat je nu over dat witte heen gaat, accentueert hij mooi die kleur. Ja. Iris vraagt, zou je ook de stamper van de ombre tool kunnen gebruiken? Ja, dat kan ook, maar dan heb je wat minder controle, hè? Ja, ja, die is best werken. Wel heel breed. Dan wordt het wel echt een mega rand. Maar je kunt het natuurlijk ook met je penseel proberen, hè? Droog penseel, helemaal droog, zonder gemengde vloeistof. En dan enkel even aantippen op je wit. En dan, kijk, wacht even, ik laat het gewoon even zien. Droge detailen 3. Dus niet nat, helemaal nergens in. En dan pak ik hier alleen het puntje. Mm-hmm. Zo. En dan... nou, dit kan ik toch schoonmaken. Ietsje minder, denk ik. Het vlak waar ik hem ingedept heb, gebruik ik niet. Maar het deel waar ik hem niet... Kijk, de bovenkant is ingedept en ik pak de onderkant. En dan doe je dit. Dan veeg je hem even schoon of droog. Dus niet nat maken, alleen droog. Vede. Ja. Ja. En dan weer wat droger. Ligt er net aan hoeveel je wil natuurlijk. En dan krijg je ook een beetje dat effect. Ja, cool. Maar droog werken dan, niet nat. Uchin creativa. Ik zal dat even schoonmaken. Zo. En dan gaan we door met onze meloen. Daar was ik bezig met het groen natuurlijk, van de apple martini. En die doen we ook direct hierboven. Dat is ook zo'n leuke kleur. Altijd erg blij van. En hoe mensen daar ook aan toe zijn, hè? Op, als je dan weer de lente ingaat. Hoe mensen daar aan toe zijn, die kleuren. Gelijk ja. Fel altijd. Ja, er zit niks echt tussen. Dat is bam. Gelijk ja. Fel. Er zit geen ja. Nieuw tussen, er is geen fel. Ja. Dat is waar, ja. Dus je denkt, oké, het is begonnen. Ja. Kijk, zo. En dit harden we ook weer even uit. Hoeft ook weer niet zo lang, 10 seconden zat. Penseel schoonmaken. En dan gaan we door met zwart. Zo. En ik heb natuurlijk op mijn palet heb ik liner black gelegd en Black is Black gel polish. En deze twee ga ik heel klein beetje mengen met elkaar. Dat ik een ietsje dunnere liner gel krijg. Dus ik wil meer liner gel dan Black is Black. Gel polish, maar wel iets verdund. Maar het moet wel een beetje een heldere zwart blijven. Vandaar dat ik hem niet meng met de bezemtop. En wat krijgen we dan natuurlijk? Wat heeft een meloen altijd? Van die fijne, kleine pitjes. Ja, dat is nou de enige reden waarom ik niet zo gek ben op watermeloen. Want ik heb niet de energie om ze eruit te halen, dus ik eet het gewoon op. Ja, sommige mensen eten ze op, maar dat weet ik niet. Dat is...
Niet zo mijn ding, zeg maar. Nee, mijn ding ook niet. Dus vandaar. Maar dat hoorde ik van Ingeborg vorige keer, want toen hadden we het over, ik weet niet meer, op de een of andere manier ook over watermeloen. Je hebt tegenwoordig watermeloen zonder pitjes. Ja, dat klopt wel, ja. Maar die zijn ook volgens mij niet zo rood. Hoe genetisch gemanipuleerd is dat? Ja, volgens mij zijn die gelig of zo. Oh, echt waar? Ja, volgens mij zijn die niet zo rood, dacht ik. Probeer ze een beetje afzijdig van elkaar erop te leggen. Dus niet helemaal... naast elkaar. En er mag natuurlijk ook wel een verdwaald ertussen zitten. Hoeft niet helemaal strak te zijn. Nou, ik ben niet de enige die ze gewoon opeet. Natasja zegt, ik eet ze ook op. Cerise zegt, gewoon doorslikken. En Anja van S zegt, ze is ook pitloze, ja. En die is wel rood. Oh, wel rood? Oh. Rode pitloze watermeloen. Dan heb ik gewoon wel eens een andere kleur watermeloen gezien, waarschijnlijk. Zou je ook wel een, weet ik hoeveel soort hebben. Nou, jij moet dit natuurlijk best wel even aanbrengen overal. Ja, zeker. Dus dat betekent dat ik even mijn momentje ga nemen om jullie nog een keertje te vertellen wat het huiswerk is. Want dat wil jij weten. Want jij wilt natuurlijk het certificaat verdienen van Deborah. Kijk mee, het huiswerk voor het certificaat van Deborah is, maak minimaal 6, best een pittige challenge, 6 verschillende designs die je tot in detail uitwerkt. Dus gedetailleerde designs, 6 stuks. En dat kan dus zijn een achtergrond met different landscapes, andere interpretaties, lekker ander fruit. Misschien denk jij, hey, weet je wat ik heel erg zomers vind? Een tomaat. Dat is natuurlijk ook super zomers. Dus laat je fantasie gaan. En wat moet je dan doen? Je hebt 1 week de tijd om je huiswerk in te sturen. Dat wil zeggen tot 3 februari 9 uur 's ochtends. Stuur dan alleen je huiswerk in via de link die je kunt vinden in het album Summer Designs. En als er nog verbeterpunten zijn, dan neemt de trainer in kwestie contact met je op om dat met je te bespreken en dan krijg je een herkansing. Vergeet ook niet die step-by-step foto's. Hè. Ik weet dat het afleidt, ik weet dat het je uit je concentratie haalt, maar ze zijn wel nodig zodat we kunnen zien dat jij die designs hebt gemaakt. Ja, helaas moet dat tegenwoordig op die manier. Maar goed, als je dat dan hebt gedaan, dan worden ze goedgekeurd, krijg je daar een bevestiging van en dan krijg je je certificaat. Natuurlijk worden ze wel echt beoordeeld. Nou, dan kun je ook nog een mooi pakket winnen. Wat kun je dit keer winnen? Kijk mee. Dat zijn al deze gel polishes. 2 glass gel polishes, 4 gewone gel polishes, Flex and Shine. Want ja, Deborah zonder Flex and Shine. Dat is zo als een watermeloen zonder pitjes. Het is wel lekker, maar het klopt toch niet helemaal. Liner Gel Black en een detailer nummer 3. Nou, dat is weer een heel erg mooi pakket. Dus dat kun je winnen als je je huiswerk maakt. 6 tips klaar voor... En stuur ze in. Nou, wat kun je dan nog meer allemaal verwachten deze weken van ons? Aanstaande vrijdag gaat onze enige echte eigen Linda live samen met Cerisa. En Linda gaat laten zien hoe zij op haarzelf een salon ballerina nagel maakt. Met broken glass. Ze gaat iets geks doen met haar acrylic vloeistof. Ze gaat verschillende producten gebruiken en met name ook vertellen hoe krijg je nou die mooie slanke vorm. Want soms offeren mensen de lower arch lijnen op ten behoeve van die mooie slanke vorm. En dat is natuurlijk niet the way to go. Nou, Cerise heeft ook heel veel ervaring met het maken van ballerina-nagels, dus ik weet zeker dat het een ontzettend informatieve uitzending wordt. Maandag is het dan de beurt aan Gino. En Gino gaat ons vintage lace-inspired designs laten zien met parels. En dat doet mij meteen denken aan bridal, say yes to the dress, maar dan vintage, dus say yes to my first dress. En dat gaat hij doen samen met Jessica. Het wordt voor hem de eerste keer dat hij de e-workshop doet, dus ik vind het best wel spannend, maar ik vind het ook ontzettend leuk, want ik weet zeker dat jullie zullen gaan genieten van zijn mooie technieken. Op woensdag is het dan ook voor de eerste keer de beurt aan Aletta. En Aletta heeft zich helemaal gespecialiseerd in easy nail art, dus echt salon nail art die jij ook kunt verkopen. Gaat wat doen met stempelen, wordt ontzettend leuk. Ik heb ze al gezien. Ik ben er dan ook bij om jullie vragen te beantwoorden. Op vrijdag gaan we dan een stapje moeilijker, want dan gaat Jessica... En Jessica gaat van dat easy nail art van Aletta, springt zij naar het schilderen van portretten op de nagel. Ach ja, je kunt zoveel met die nagel, maar ze gaat het wel met een knipoog doen. Ontzettend leuk. En dan staat Cerisa hier weer om jullie er doorheen te loodsen. En dan op maandag, de 8e, is het de tijd aan Michelle. En dan gaat Michelle art maken. Wat voor een art? Daar gaan we het nog over hebben later, dat laat ik jullie nog weten. Maar het wordt in ieder geval nail art toegepast op iets anders dan een nagel.
Dan zijn we dus al op 8 februari. Nou, afhankelijk van wat we gaan doen in de komende periode. We hopen natuurlijk dat de lockdown dan versoepelt. Dat we weer dingen kunnen gaan doen. Dat we weer open kunnen. Nou, als dat zo is, dan, ja, dan lopen dan de e-workshops af. En dan gaan we eind februari weer verder met Neil Talk Live, de show. En dan hebben we natuurlijk ook de e-workshops op maandagavond om 8 uur. Mocht de lockdown nou worden verlengd. Dan gaan we snel weer in onze planning, want dan zorgen wij ervoor dat we weer allemaal leuke, nieuwe en interessante workshops gaan bedenken, vormgeven en maken voor jullie, om jullie gezellig bezig te houden en met elkaar gewoon de passie, de liefde voor dit vak hoog te houden. Het is heerlijk om te doen. Ik vind het ook, ja, een eer om het te mogen doen. Ik vind het wel heel fijn dat Jessica en Syriza nu een aantal dagen de presentatie overnemen. Dan kan ik wat meer op kantoor doen. Maar het blijft heerlijk en het blijft geweldig. We gaan terug naar Deborah. Yes. Nou, ik ben inmiddels al een eindje op weg met de pitches. Dus kijk maar even mee. Kijk. Zoals jullie kunnen zien. Even nog een beetje. Wat verschil erin maken. Dat is ook altijd wel leuk. Een beetje speels. Zo. Nou, doen we hem nog even uit. Even kort. Maak mijn penseel even schoon, want ik ga een klein beetje met wit werken. Dus zo. Dat kunnen we weer gelijk door. Hij is alweer klaar. Ik pak een heel klein beetje, heel dun, aan mijn penseel liner white. Heel dun. Echt heel dun. Ik rol hem zelfs nog even af. Zo. En dan vanuit. Hier zo. Ja, dat. En dan hebben we die geweldige polish corrector. Het is toch heerlijk. Zo, weg. Zo dun. En dan kun je dus nog, wanneer je te hard drukt, een aardige blub krijgen. Zo, dat hij net een beetje meer tot leven komt. Dat doen we echt heel dun. En penseel blijft af en toe een beetje hangen, omdat het dus zo droog is. Dus ik haal het gewoon lichtjes weg. Heel lichtjes. En dat doen we ook met de bovenste. Dit harden we even uit. En dan gaan we hem aflakken. En dat doe ik met mat sowieso. Maar voordat ik een mat aflak, doe ik eerst de base en top aanbrengen. Zodat mijn design er beter uitkomt. Ja, hoeft niks achter. Zodat mijn design er beter uitkomt. Zo. Ik moest even mijn handen schoonmaken, want die waren net zo wit als mijn penseel. Zo. Oké. Okay. Nou, dit is zat, want de lijnen waren natuurlijk super dun. Dus ik pak nu de bezemtop. En daar ga ik nu mee over het design. Mhm. Je kunt natuurlijk ook ervoor kiezen om hem glanzend te laten. Ja, is ook leuk, hè? Is ook leuk. Maar omdat ik hem nog wat extra druppeltjes wil geven, ga ik hem mat aflakken, zodat die druppels meer tot zijn recht komen. En daarvoor leg ik alvast met de Flex and Shine wat druppels op mijn paper palette. Of tenminste 1 druppel om daar druppels uit te halen. Dominique zegt mooi en fresh design. Ik heb zin om zomers een nail art te maken, zegt Gamma. Waarop Patricia zegt, ja, ik ook. Maar eerst nog even het huiswerk van Wendy. En Syriza krijgt trek. Nou, lieve schat, ik ook. Ja. Ja. Nou ja, zometeen nog meer hoor, als ik de rest ja, want wat er nu gaat komen, want je denkt hij is nu klaar. Maar wat er nog komt, dat maakt hem dus echt yummy de bummy. Ja, bij deze valt het toch mee. Maar ik moet hem eerst even mat maken. Ja. Mat. Voordat ik dat doe. Ja, nee, laat hem gewoon wit. Ik heb die andere geel gemaakt, want dat doe ik altijd naderhand. Het geel inkleuren doe ik altijd achteraf.
Oh. Dus kan ik nog doen, maar het hoeft niet. Nee, doe maar lekker zo. Dan hebben we twee verschillende. Ja, precies. Ik laat hem gewoon. En waarom doe je nou eerst met bezem top en niet direct met mat afvlakken? Dan komt je design er beter uit. Veel beter uit. Anders wordt hij toch een beetje vaal. En nu blijft hij gewoon scherp. Ja, de kleuren blijven scherpst. Ja. En Etty zegt, heel erg mooi. Dankjewel, Etty. Patricia zegt, laat de zomer maar komen. Lekker in de zon met een stukje meloen. Ja, hè? Heerlijk. Ook Galia, ook zo lekker. Ik ben allemaal gek op een meloen. Heerlijk. Mijn vriend ook. Gek ja, op meloenen. Met ham. Oh. Ja, parmaham. Ja, lekker. Ja. Lekker. Oh. Nou ja, het ging over nagels. Oh ja, ja, we dwalen af. Ja. Maar ja, dat hebben wij vaker, hè? Als je moet wachten, dwaal je af. Dat gebeurt. Ja. Maar we hoeven niet zo lang te wachten, hoor. De mat, dat gaat vrij vlot. En dan kan ik jullie al meenemen naar het volgende deel. Kijk, nou is die mat. Dan vind ik hem toch dat hij nog meer popt. Wat gaan we nu doen? Uiteraard. Zet je lamp even aan op 2,5 minuut. Zo. En leg dan willekeurig wat druppels neer, maar hard ze per direct uit. Dus niet eerst allemaal neerleggen en dan pas uitharden, want dan zijn ze allemaal uitgelopen. En het hoeft maar even kort, flash cure, een paar seconden. Dit zijn gekoelde watermeloenen die langzaam, als ze zijn aangesneden, hun vocht verliezen, waardoor je mooie druppels krijgt van dat heerlijke, sappige, zoete... Ja, het is echt heel, heel spannend. Ja, hè? Maar het maakt het ook echt. Ja, je bent uit beeld, zegt Gemma. Foei. Echt waar? Ja, je moet wat meer in het midden. Sorry, Gemma. Sorry, zusjes. Ik zal het niet meer doen. Zo. Maar dat komt omdat ik andere camera voor mijn neus heb. Of ik niet meer weet waar ik ben. Je druppels maak je met Flex & Shine, hè? Ja. Dat is dus ook de topgel die je kunt winnen als je je huiswerk maakt, Gemma. Dat is die Flex & Shine. Super hoogglans. En ja, blijft een beetje liggen, dus dat is echt heel mooi voor dit. En ja, Deborah, die zet ook met de Flex & Shine strassenen vast. En ze doet alles met de Flex & Shine. Eigenlijk zou je ze wat demo's van Deborah terug moeten kijken. Want zij doet de meest onwaarschijnlijke dingen met Flex & Shine. Mm. Laten we kijken. Ja, het is na vieren, dus iedereen begint wel trek te krijgen. Ja, kuppelsoep, hè? En Janti vraagt, waar kan je de druppels ook mee maken? Nou Janti, dat kan met een willekeurige topgel. Ja. Gewoon een willekeurige glanzende topgel. En als die nog een plaklaag heeft, moet je natuurlijk even de plaklaag verwijderen. Maar een willekeurige glanzende topgel. UV-gel uit de pot. UV-topgel uit de pot is wat dikker, heeft wel een plaklaag. Supreme Finish zou je kunnen gebruiken. Die heeft geen plaklaag, dus hoef je niet meer te cleansen. Maar je zou ook een base en top kunnen gebruiken. Maar misschien dat je dan wel twee druppeltjes op elkaar moet leggen om wat meer body te krijgen. Dus afhankelijk van wat je hebt. En sowieso vind ik meerdere druppels op elkaar leggen altijd wel ook wel heel mooi om te doen, hoor. Je krijgt wat extra dimensie erin. En dat zie je nog beter dat je dat echt hebt aangebracht. Dus dat je nog meer dat nat effect krijgen. Dat is zo tof. Maar ik laat je zo meteen zien op designs die ik al gemaakt heb, hoe het is als ik hem nog hoger opbouw. En hier zet ik er nog even een drupje bij. Zo. En daarom is het voordeel van 2,5 minuut aanzetten. Hij blijft gewoon aan. En dan kun je heel snel werken. Dus ik zal hier toch voor het mooie even nog wat extra op de druppels aanleggen. En dat kan ik best wel heel snel nu in één keer doen. Zo. En die harden we weer uit. En dan is die klaar. Die doe ik even ietsje langer. Zo, kijk. Nou, die er weer even bij. Cool. En dan heb je de Refreshing Melons. Watermelon sugar, hi. En wat nou natuurlijk sugar, leuk hi. Is. Dat is, kijk.
Nou, daar komt de fruitcocktail, hoor. Een sinaasappel, een schijfje daarvan, lekker kiwischijfje. Ik denk dat die sinaasappel wel lastig is. Ja, die vergt ietsje meer werk. Maar op zich, ik kan hem ook wel even een keer in een step-by-step maken. Ja, of wie weet kunnen we nog een keertje een advanced fruit workshop doen. Oh, dat is ook leuk. Ja, want ik heb hier ook één. Die is ook iets advanceder. En dat is deze. Dat zijn de kersen. Ja, ook leuk met dat bloemetje. Nou, hou ik van bloemen, hè? Maar dat was intussen al bekend. Ja, en kijk, dan heb ik hier de step-by-step hiervan. Ja, die stort ook in de agenda, geloof ik. En die staat in de Nail Talk Live agenda in juni. Dat is natuurlijk het seizoen van de kersen. Dan begint het kersenseizoen. En daarvoor had ik deze demo gemaakt. Maar omdat we natuurlijk nu deze uitzending hebben, dacht ik... Ja, ik laat hem toch even jullie zien... En dat is de hele opbouw. Maar in de agenda staat die helemaal beschreven hoe je deze het beste kunt maken. Dus ik ben dus echt... screenshot moment. 1, 2, 3, klik. Ik denk alleen dat de eerste en de tweede zijn omgewisseld. Dat denk ik ook. Ja. Goed opgelet, Pepijn. Oké. Zo, 1, 2, 3, klik. Ja. Ja, cool. En ik kan hem nog even draaien, want hier is natuurlijk ook nog een kersje. Ja, heel mooi. En hij heeft ook echt volume, hè? Dat kan ik ook laten zien. Kijk, hij heeft echt volume. Dat je echt diepte erin krijgt. En die andere, ik wist niet of jullie daar nog een screenshot van wilden maken. Of je dat al gedaan hebt. Ik leg hem nog één keer even neer voor de zekerheid. Zo. En klik. En klik, ja. En klik. Nou, dat zijn alle... Even kijken, fruitjes op een rij... Dus, ik wilde jullie nog iets laten zien. Dan weet ik even niet meer waar het is. Oh ja. Nee, ik weet eigenlijk niet. Pepijn. Hi. Ja. Wat doen we? Wat kunnen we? Stoppen. Stoppen? Oké. Okay. Ja. Dan ga ik jullie nog wat laten zien. Maar ik zat even een opmerking te lezen van Jet. Die heeft een opmerking over het insturen van van je foto's voor het huiswerk. Mm. Ze heeft een aantal ideeën over hoe we dat ietsjes kunnen veranderen. Maar dat moet Wendy even oppikken. Oké. Okay. Ja, onze eigen Wendy komt er bij je op terug, want ik snap het niet helemaal, want ik snap het ja. En ik heb ook niet de tijd om het uitgebreid te lezen. Maggie zegt, Maggie denk ik, Maggie, niet Maggie natuurlijk, Maggie, die zegt, oh wauw die kersen. Iris, oh gaaf, gave design, zegt Gemma. Patricia gaat kersen maken en dat is toevallig ook voor Syriza, is helemaal gemotiveerd om een kers te maken. Ja. Hoe fitting. Ja, dat is Syriza, super. Syriza, kers, in juni. Pasha. Is dat ook een kers? Ja. Oh ja? Ja, Spaans. Oh, nou dat wist ik niet. Oh, ik dacht dat die kers in het logo was vanwege het Syriza. Nee, nee. Oh, nou, soms leidt het bij mij al... Wist je, mijn zusje had ooit een vriendinnetje. En dat vriendinnetje had ze jaren. En ik noemde dat vriendinnetje Stefas Lotte. En iedere keer weer zei ze, ja Pepijn, maar ik heet eigenlijk Femke. Oh, dat lijkt en dat ook heeft totaal. Echt een aantal jaar geduurd. Ja, ja dus, dat is echt heel gek. Ja. Ik heb soms van die gekke connecties in mijn hoofd. Maar ja, dat doe je niet. Mijn hele tafel is een rommel, zegt Ellie. Later ga ik dat maken. Ik kan mijn oog niet van het beeld houden. Wat knap, supermooi. Zullen we nog even alle nagels van vandaag bij elkaar leggen? Ja, ik wil alleen nog heel even benadrukken, want die hebben we nog niet. Die konden we niet meer doen. Maar dit is ook superleuk. Wat heb ik nou hier als basis gebruikt? Ik heb hier de White White Gel Polish gemengd met de gele. Gastgel, een klein beetje gele gastgel. En dan wordt het een beetje een vanillewit. En daaroverheen heb ik een bolletje glasgel gelegd. Tenminste, heel plat, alleen een cirkel geschilderd. Daaroverheen heb ik een palmboompje getekend. Met uiteraard dat welbekende vogeltje. En daaroverheen heb ik een hele druppel opgebouwd met de Flex and Shine. En natuurlijk leuke strass. En die gouden dingetjes. Ik weet even niet hoe ze heten, Pepijn. Dat weet ik. Ik heb mijn bril niet op. Niet die? Even in beeld laten zien. Oh, deze. Ja, die. Dat zijn de studs. Oh, natuurlijk. Studs gewoon. Okay. Studdy studs. Ja, die zitten daartussen. Dat zijn die leuke gouden dingetjes. En deze is met een stempel uit de Fairy Tale Collection. De stempelplaat, a Fairy Tale nummer 36. En die heb ik daarna ingekleurd met Maze Choice, neongroen en de bloembladeren aangezet met wit. En dat is ook een beetje het principe weer vanuit een klein canvas op je iets grotere canvas. Maar ook superleuk voor de zomer.
En je kunt ook de bloem roze maken of geel. Of, hè? En dan ga ik ze nu allemaal even naast elkaar leggen. Die moet weg. Niet alle dubbele, want dan wordt het helemaal. Ja, druk. Iedereen vindt het ontzettend leuk. Milène, ja, je bent te laat. Je bent de dagen een beetje kwijt, de tijden een beetje kwijt. Ik denk dat je niet de enige bent. Mensen vinden ze echt heel erg mooi. Ik vertel dat gewoon ook even, zodat ik kan, zodat die tips goed kunnen worden neergelegd. Want ik heb altijd, als die tips zo door het beeld heen gaan, ik word er altijd een beetje zeeziek van. Dus ik denk, wat zie ik nou? Ja. Mag dit ook als huiswerk? Vraagt Linda. Dus ik denk een van deze designs, juist, of van die laatste designs, ja, dat is goed. Die mag je ook maken, ja. Die stuts zijn er volgens mij niet meer, zegt Natasja Reinders. Oh, we hebben alleen neonstuts, hoor ik. Ja, dat is nou typisch zo'n product, dat koop je dan, dat ga je gebruiken. En ja, op een gegeven moment ga je dat wat meer gebruiken. Nou ja, iets trek iets ouds uit je la, er ligt vast wel iets. En je hebt natuurlijk ook altijd de gold stones, dat zijn die bolletjes. Die lijken er heel erg op. Ik zal het even opzoeken in de webshop, zet ik het er even zo direct bij. Die laatste zijn superleuk, zegt Anja Verret. Ik ga het proberen. Karin zegt, zo mooi dat je het allemaal kunt. Ben er nog niet aan toe, maar leer wel heel veel bij. Dus het maakt niet uit wat je maakt. Als het maar zomerse tekeningen zijn, ja, het leukste natuurlijk met een soort knipoog. Ja. En Ed die begint alweer te bedanken. Maar we gaan eerst nog even, Mieke ook zegt, wat is super live. En vond ik ook, maar we moeten toch echt nog eventjes naar jouw prachtige designs toe. Ja, ik ben ze nog even wat neerleggen, want het zijn er nogal een paar. Oh. En ik probeer de dubbele eruit te filteren. Ja, door met praten. Ja, wat is nou jouw favoriete vakantieland, hè, vraag ik me dan af. Wat is jouw favoriete vakantieland, Deborah? Amerika. Ja, dat zal nog eventjes duren. Ja, ik ben er ook bang voor. Dat nog wel een heel poosje gaat duren. Ik hoop dat ze zo een beetje goed liggen. Ik zal even kijken. Ik kan ietsjes voor je uitzoomen. Ja, dan kan ik ze nog even... Als je de één schuift, schuift natuurlijk alles. Je wil een derde laag. Nou, ik leg ze zo op elkaar. Want, maar dan moeten ze een beetje meer... Nou, kijk. Zo. En natuurlijk die. Zo. Nou. Het is een hele tipbox collectie. Ja, en dan heb ik al de rest hier nog naast liggen. Maar die... Want kijk, 6 lijkt een beetje veel misschien. Maar wanneer je eenmaal bezig bent, dan is 6 niet zoveel. Dan ga je echt door. Want dan krijg je in één keer idee na idee na idee na idee. Dus daarom dacht ik, nou 6. En jullie kunnen inmiddels ook al wel wat meer dan een jaartje terug. Dus dat moet goed komen. Echt, dat gaat zeker lukken. Dus ik zal nog even rechtleggen in Even een lekkere beeld. Screenshot maken van dit. Moet ik nog even schaduw erbij. Het is heel veel bij elkaar. Ja, maar hij legt ook een beetje scheef. Wacht even. Zo. Nou legt hij gelukkig nog schever. Nou ja, maak een scheef. Zet hem gewoon even recht op je telefoon. Ik hou er wat schaduw bij. Het hoeft niet, hoor ik van Benny. Het is goed te zien. Oké. Screenshot, ja. Nou. Toppie. Het is alweer 4:15. Dat betekent dat het voor deze e-workshop wel weer erop zit. Vergeet je huiswerk niet te maken. Die 6 designs, hè, die je dan moet uploaden. Die 6 verschillende designs waar je zomerse tekeningen op maakt met verschillende achtergronden en zo. Dan maak je natuurlijk ook kans op die prijs. Net als Bianca, Anouk en Sophie die natuurlijk deze ronde hebben gewonnen van Syriza de vorige keer. Aanstaande vrijdag is het de beurt aan Linda. Linda met hier Syriza. En zij gaat natuurlijk hele leuke ballerina nagel maken. Voordat we afsluiten geef ik nog even het woord aan Deborah natuurlijk. Ja. Heel leuk dat jullie weer allemaal gekeken hebben en bedankt. En ik hoop dat jullie echt gewoon leuk aan de slag gaan. Het is super gaaf om te doen. Ga je eenmaal weer met al die kleuren aan de slag, dan kun je eigenlijk niet meer stoppen. Want je kunt het zien. Hè? Maar ik ben heel erg benieuwd naar wat jullie allemaal gaan maken. En ik hoop heel gauw tot de volgende keer. En ik ga zeker jullie echt hele tof feedback geven. Bedankt en tot gauw. Doei! Nou, heel erg bedankt voor het kijken. Uiteindelijk, daar doen we het natuurlijk voor. Ik wil ook dit keer Wendy heel erg bedanken, die achter de schermen en in mijn oor alles in de gaten houdt. Ook nog de comments beantwoordt. Als ik een comment over het hoofd zie, tegen mij zegt Pepijn, die ben je vergeten. En ook nog eens de camera's bedient. Zonder haar zou het allemaal niet mogelijk zijn. Zonder jou zou het allemaal niet mogelijk zijn. We wensen jullie een hele fijne middag, fijne avond. Eet smakelijk, ook Desiree met je lekkere suddervlees op het petroleumstelletje. Want ja, uiteindelijk is ouderwets natuurlijk wel heel erg lekker. En we eindigen deze live met Cat Eye nummer 2. Gewoon voor het innerlijke beest in jou. Tot de volgende keer.